Kom ik in de avond een beetje Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste mensen, beste broeders en zusters, hier zijn we dan in Veenendaal. De sponsorloop van Islam Planning gaat beginnen. Ik ben hier samen met onze broeder Simlali. Sorry, go. Wat heb je aan de kijkers te vertellen? We gaan nu beginnen aan het lopen. Dus laten we jullie niet meer in spanning afwachten. Bismillah. Bismillah. De eerste stappen zijn gezet. Shakib is onze coördinator van vandaag. Hij weet welke kant we op moeten. Shakib, wat is de eerste rechts, links? Wat is de eerste afslag? En Shakib? Ik zal even navigeren. Kijk, we hebben 3 stappen gezet en we zijn al verdwaald. Waar moeten we naartoe? Naar Düsseldorf? Düsseldorf, nee, ja. Nee. We moeten naar een rivier. Zolang het maar een beetje naar het zuiden is, dan zijn we al lang blij, denk ik. Zo. Broeders, hebben we iets nodig? We hebben alle spullen hier. Shakib, zijn fiets lijkt net een ezel. Dus helemaal bepakt met spullen. Dus komt goed in Shabbat. Wat hebben we zien, man? Als die oplader, had je die hier gehad, Shakib, of niet, man? Ik ga alles daar staan. Kijk, we hebben daar tassen, fietstassen, andere tassen. De fiets van Shakib is gewoon een soort bepakte ezel, zeg maar. Als je hem Lely en Marokko heb je ook van die ezels, toch? Of niet? Met helemaal bepakt en zo. Klopt, man. Dat is hoe voelt het om hier naast Centrum Rahma te staan, Simlali? Ja, eindelijk. We hadden belofte gemaakt en nu konden we eindelijk na. Het is echt lang geduurd. Alhamdulillah. Beter laat dan nooit. Allemaal neer van Allah subhanahu dat we hier zijn. Ja. En hopen dat wij dat we het gewoon kunnen halen, zeg maar. Ja. We hebben beloofd. We gaan gewoon ons best doen. Inshallah. Meer kunnen we niet doen, dus wees met ons. Steun ons. Zeker, inshallah. Support ons. Motiveer ons dat wij inshallah die paar kilometers, dat we die inshallah... We gaan niet afsnijden, we moeten nee, we gaan niet afsnijden. Een rondje maken? Ja. Oké, jalla, bismillah, we gaan beginnen. Shakib, jij bent de navigator, wij vertrouwen jou inshallah. Assalamu alaikum broeders. De broeders van de auto, die gaan er vandoor. Shakib, wat is de eerste afslag? Jullie moeten vooraan lopen. Nee, ik moet vooraan lopen. Ja, jij moet eigenlijk voorlopen. Als er wifi is, of hoe heet dat? Als er... 3G of 4G. Marcel, we hebben een mooie stick gefixt waarmee we dus de camera zo recht mogelijk gaan proberen te houden. Het is voor ons ook even een beetje nieuw om daaraan te wennen, maar we gaan ons best inshallah. Dag Abaisha! En Abaisha is nog aan het zwaaien naar ons daar binnen. Hij is letterlijk ons aan het uitzwaaien. Marcel. Dus de sponsorloop van Islam Planning is officieel begonnen, beste mensen. Alhamdulillah. We hebben inderdaad lang hierop moeten wachten, zoals onze broeder Simlali net zei. Hij is nog een beetje aan het rekken en strekken hier, maar de eerste stappen zijn gezet, alhamdulillah. En we hebben onze navigator Shakib hier bij ons. Die is ons de weg aan het wijzen, zodat wij veilig van Veenendaal naar Eindhoven kunnen lopen, inshallah. Jullie zien hier ook nog Simlali met de laatste beelden van Centrum Rahma op de achtergrond. Ook voor de broeders steun ook Zet Marahma, Abu Aisha. Zeker. Dus connect ook even de pagina. En natuurlijk ons broeder Hakan. Alhamdulillah. Ja, broeders. Weet je dat het ook nog best wel eventjes duurt voordat we überhaupt Veenendaal uit zijn? Ja. Ik heb net toevallig toen we met het lopen waren, zag ik zeg maar dorp en zo. Ja. Dus het wordt heel interessant om door die dorp heen te lopen. En inshallah zullen ook heel veel groen zien. Ja, het was echt een mooie omgeving inderdaad toen we net hier naartoe kwamen. Een nieuwe naam bedenken voor die dorp. Een nieuwe naam bedenken voor het dorp, Shakib, waar zijn je nou? Ja, broeder. Alhamdulillah, het is leuk om zoiets te mogen doen inderdaad. Het is alleen jammer dat Abu Aisha geen pand heeft gekocht aan de andere kant van Veenendaal. Dat was wel iets makkelijker voor ons geweest. Maar ga je inshallah. Deze als goed manier... gaat hij meerdere panden kopen. Dus, Dat heb ik ook begrepen inderdaad. Het hele complex hier eigenlijk staat op de planning van Centrum Rahma. Het ziet er hier best wel ook mooi uit eigenlijk vanaf deze kant. Ja. Dus daar rechts, daar zit Abu Aishal met Centrum Rahma. En eigenlijk die andere panden die je eigenlijk hier omheen ziet, daar staat nu allemaal te huren en zo op. Die zijn ook op de planning om daar dawah te gaan verrichten inshallah. Ja, zorg dat je ook dat soort projecten steunt, beste mensen. Ik zie dat we al wat reacties hebben. We hebben iemand die een duimpje omhoog doet. We hebben iemand die zegt assalamu alaikum wa alaikum salam. En er is iemand die een iets langere tekst heeft.
Assalamu alaikum. Een iets te lange Arabische tekst waar ik zo schuin moet lezen, maar ga je inshallah. Ja. Eerste stoplichten. Ik ben nog even een beetje aan het testen hoe ver ik dit kan draaien. Oh, we gaan via fietspad. Ja, ik kan echt helemaal draaien, zie je dat? Ja, we gaan via fietspad. Ja. Maar let op je snelheid. Let op je snelheid. Let op je snelheid. Let op je snelheid. Je moet niet tussen. Ja, broeders. Ja, we moeten natuurlijk ook wel een beetje proberen 1,5 meter uit elkaar te lopen. En we gaan proberen om dat zoveel mogelijk vol te houden. Maar dit weekend zijn wij een soort van één huishouden eigenlijk. Ja, hè? Dus wat dat betreft... We moeten op elkaar letten. Ja. En onze verantwoordelijke persoon, dat is Shakib. Ja. Hij is verantwoordelijk voor ons. Shakib is de emir van dit weekend. En Allah subhanahu wa ta'ala is met ons, inshallah. Inshallah. Ze mogen Allah ons beschermen. Amin. Mogen Allah ons kracht geven. Mogen Allah ons gezondheid schenken. Amin. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de da'wa voortzetten. Amin. We gaan ons best doen, mensen. Wallahi, wees met ons. En deel natuurlijk zoveel mogelijk. Dat andere mensen ook weten wat we aan het doen zijn. Ja. We zijn letterlijk ons hele lichaam aan het inzetten voor de douwe. Letterlijk hoor. Gewoon 2 dagen lang. Ja, inshallah. Dus voor de mensen die de benefiet hebben bekeken van tevoren. Die wisten dat wij een visie hadden dat wij zouden gaan lopen voor de douwe. Toen wilden wij 10.000 euro inzamelen. Volgens mij hebben we, Allahu a'lam, ongeveer de helft zoiets hadden ingezameld, volgens mij. Ja, maar we hebben ook gezegd inderdaad, als er 150.000 euro binnen dan is... Dan hebben we dat gezegd, ja. Gaan we alsnog lopen. En heel veel mensen zeiden ook op het laatste moment, ook tijdens het benefiet van luister, ik wil toch voor de sponsor lopen, doen uiteindelijk mooi. We hebben gezegd 150.000 euro, dan gaan we ook lopen. Alhamdulillah, die is binnen. Dus de douwe, dus inshallah zal ook... Over lange tijd zal inshallah ook een pand zijn. Dus ja. Wees met ons. Moet je zeggen. Ja. We gaan ook proberen om zoveel mogelijk dus te livestreamen. We willen jullie natuurlijk ook mee laten genieten van eigenlijk alles wat we onderweg meemaken. We hopen jullie ook te inspireren, te motiveren. Eigenlijk zoals Abu Aisha net ook al zei. Abu Aisha was net heel even live op zijn eigen Facebookpagina. En daar zei hij ook dat je op allerlei soorten manieren kan bijdragen aan de da'wa, de ontwikkeling van de islam in Nederland. Dit dat kan doen, dus gewoon te wandelen eigenlijk. Ja. Op die manier proberen geld in te zamelen voor Stichting Islam. Moeilijk zijn, hè? Vaak denken we het moet moeilijk zijn of zo, maar het is meestal gewoon best wel makkelijk. En vaak zijn de jongeren heel creatief. Ja. En heel gemotiveerd. Alleen worden vaak de jongeren niet gehoord, snap je? En alhamdulillah, verschillende stichtingen die wel de jongeren inzetten, wel hun talenten inzetten. En dan zie je ook dat er echt een landwerk, een piek is. En ook gewoon heel professioneel. Dat gewoon stichtingen zijn die de oma helpt. En inshallah zullen wij veel meer projecten. Zullen we inshallah voortzetten. Met z'n allen. We hebben elkaar nodig. We zijn één oma. Niet denken omdat je aan de andere kant van Nederland bent, dat je er niet bij hoort. Inderdaad. Allah, kijk, wij komen uit Eindhoven. Abu Aisha het Veendag, we zijn naar Veendag gegaan. Dus we gaan hier bij. Ja, beter even op de stoep lopen. Op de stoep lopen. Dus we zijn enorme mensen. Barakallahu fikum. Steun elkaar, help elkaar. We zien ook echt, subhanallah, veel vraag naar lessen, lezingen. En Landberg, je ziet dan verschillende stichtingen die nou ook daar op inspelen. En Landberg, Islampending is een van de stichtingen. Inderdaad. Wat staat allemaal op de planning, broeder? Wat er op de planning staat voor de komende dagen, bedoel je? Nee, voor Islampending. Ja, er staat heel veel op de planning. Ik ga heel even eerst naar de reacties, want ik zie dat er allerlei dingen geplaatst zijn. Mashallah, mensen die ons succes wensen, worden succes, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie beschermen en rijkelijk belonen. Amin. Video is kwartslag gedraaid. Ja, ik denk dat ik hem toch even rechtop moet gaan zetten. Dan moet ik even dit ding anders... Ja, ik kan hem anders instellen. Zoiets, denk ik. Oké. Okay. Ik zat te twijfelen, omdat voor de computer is de ene weergave makkelijker en voor de telefoon is de andere weergave iets makkelijker.
Ik ben nu even onze stick even opnieuw aan het instellen. Zullen we even kijken? Ja, wacht even. Ik zet heel even dit ding uit. Ja. Anders trilt hij, ja. Dus nu moeten we zorgen dat wij hem recht zetten. Dus dat was onze broeder Adriaan trouwens. Adriaan van der Brand. Alhamdulillah. Adriaan. Gewoon werkbroeder. Onze Sakur broeders. Assalamu alaikum Sakur. Wa alaikum salam. Zijn jullie er bijna, vragen ze. Zijn we er bijna, Shimlani? We zijn net vertrokken. We zijn net vertrokken. Dus ik denk dat ik hem inderdaad ook zo stabiel moet kunnen krijgen op deze manier. Alleen moet je even straks kijken met opladen. Kijk, nu is hij goed denk ik. Als hij nu gewoon zo blijft. Nee, dat is dus niet goed. Ja, we zijn zelf ook nog een beetje aan het wennen aan de nieuwe apparatuur hier. Als het goed is, moet dit... Kijk, nou blijft hij stabiel, toch? Sjan. Kan je hem op slot zetten? Ja, kijk, nu is hij goed. Als het goed is, kan ik ook zo naar jou draaien. Nou, dat gaat dus niet goed. Dat zou ik niet doen. Laat maar op. Ja, zo. Ja, dat, rechtop heeft hij een beetje moeite mee. Het is, lijkt erop alsof hij meer bedoeld is om zo schuin op te nemen. Ja. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. We gaan gewoon lekker wandelen, inshallah. Het weer is best wel goed, hè? Ik voel wel een beetje een koude briesje. Maar subhanallah, je lichaam begint al een beetje warm te worden. Snap je? Dus ja, sowieso, dat klopt inderdaad. Eigenlijk, eerlijk gezegd, ik denk niet dat er echt betere omstandigheden denkbaar zijn. Want het is gewoon lekker 20 graden ongeveer. Ja. Zon schijnt lekker een beetje. Er is geen regen voorspeld het hele weekend. Zo klopt de video weer, zegt onze broeder Adriaan. Alhamdulillah. Ja, we proberen hem stabiel te houden. Misschien zo stabiel richting Shimlali. Het werkt toch redelijk goed zo, toch of niet? Ja. Kijk, hij herkent jou. Hij blijft jou volgen. Zie je dat? Hij beweegt een beetje zo, hè? Mashallah. De technologie staat voor niks. Kijk, tegenwoordig. We zijn al aan het wachten. En we hebben even een rood stoplicht, dus mochten jullie denken waarom staan die jongens ineens stil. Ah, het is groen. We kunnen het Nee, inderdaad, Shimlali vroeg net wat staat er bij Islamplanning allemaal op de planning. De planning van Islamplanning. Er staat best wel veel op de planning van Islamplanning. We willen sowieso alle lessen eigenlijk die afgelopen jaar werden gegeven, die willen voortzetten. Mm-hmm. Ja. Daarnaast hebben we ook nieuwe lessen alweer op de planning staan. We zijn afgelopen weekend begonnen met lessen voor kinderen. Dus dat is gewoon een module van 8 weken waar kinderen les krijgen. Dat is op de zaterdagochtend. Daarnaast hebben we laatst ook een kids-event gehad. Dus we proberen ook steeds meer op kinderen te focussen. Om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen die islamitische basis meekrijgen. Die gewoon belangrijk is. Zodat ze weten hoe ze als moslim moeten leven in Nederland. Er is veel vraag naar kinderen. Echt ja, veel. Er is ook een tekort daaraan. Zeker. Dus inshallah zullen er ook in de toekomst zijn, zullen meer initiatieven zijn. Ja. Weet je, ik was met een broer aan het praten. Mm-hmm. En de broer zei tegen mij van... hij zei, stel je voor, als jij 3 kinderen hebt, of 4 kinderen, ja, wat de meesten wel hebben, en dan jij moet zeg maar per jaar betalen, dat zeg voor 130 of zo. Ja. Dat is alleen maar bijvoorbeeld voor Arabische les. Ja, precies. Maar je moet ook nog Koran les. Op een gegeven moment schiet dat best wel in de cijfers. Dat loopt op inderdaad. Ja. Loopt op in de cijfers. Dus daarom, Allah berk, dat er nou ook initiatieven zijn. Maar gewoon gratis, zeker. Dus, gratis lessen zijn. Even voor de duidelijkheid, voor de nieuwe kijkers. Alle lessen bij Islamplanning zijn gratis. Dat geldt zowel voor de kinderlessen als voor alle andere lessen die we geven. Er worden op dit moment al Arabische lessen gegeven. We hebben verschillende lessen over tawhid, aqidah. We hebben echt best wel veel al gehad qua onderwerpen bij Islamplanning. Ik denk dat er eigenlijk bijna niks meer is wat we niet hebben gehad qua onderwerp. Mm-hmm. Dus, alhamdulillah, ik denk dat er wel een goede kant op gaat. Ik voel nu een beetje verhoging. We zijn nu aan het verhogen. Ja. Hoe doe je dit? Oh, je bedoelt zo letterlijk dat we omhoog lopen. Ja, we zijn nu omhoog aan het lopen. Ik hoorde net inderdaad, toen we hier naartoe onderweg waren, van Abdul Wahid, dat er... We lopen nu richting Renen. En Renen is een plek waar een soort van berg is eigenlijk. Volgens mij het hoogste punt van Midden-Nederland. En die heuvels. En daar lopen we eigenlijk nu naartoe. Dus we zijn inderdaad op dit moment omhoog aan het lopen. Misschien als de camera draait kunnen de kijkers het ook zien. Ik weet niet hoe goed dit zichtbaar is op beeld. Maar we lopen in ieder geval omhoog. Sakib achter ons, mashallah. Sakib is inderdaad achter ons. Dat is onze fietser. Ik denk eerlijk gezegd dat Sakib het zwaarder als ons gaat krijgen. Want Sakib is iemand die hij moet
met een fiets twee lopers bijhouden. Qua tempo is dat natuurlijk best wel lastig. Maar wat hebben we nog meer voor lessen bij islamplanning, Shimleli? We hebben Arabisch-Islamitische lessen. En steeds meer lessen ook. Hè. We krijgen binnenkort, ook voor zusters hebben we steeds meer lessen, heb ik gemerkt. Wij krijgen Hift Koran lessen. Ik merk dat hij niet lekker blijft zitten, Shimleli. Gaat het lukken of anders doe maar op een... Waarschijnlijk is hij zeg maar zo geprogrammeerd dat hij op de lichtstand staat. Ja, de lichtstand, dat hebben we uitgetest en dat werkt eigenlijk gewoon goed. Maar ja. Alleen als het beeld dan voor de kijkers gedraaid is, is dat natuurlijk ook niet echt fijn. Ja, dat is wel lastig. Maar dit zou moeten gaan, nee, zo denk ik. Ja, zo. Misschien dat je hem dadelijk ook even vast kan houden als je dadelijk aan het praten bent. Dan komt het goed, inshallah. Dan wil lekker afwisselen. Dus voor de nieuwe kijkers, we zijn nog steeds in Veenendaal. We zijn net vertrokken bij Centrum Rahma. We zijn onderweg naar Eindhoven. We zijn aan het lopen. Dus normaal gesproken doe je dit soort afstanden met de auto. Alleen we hebben ervoor gekozen om dus te gaan lopen. Omdat wij geld willen inzamelen voor Stichting Islamplanning. Stichting Islamplanning wil een eigen pand kopen. En daar willen we ons steentje aan bijdragen, inshallah. Want er waren twee panden op het oog, toch? Ja, inderdaad. We hebben twee panden bezichtigd. En die twee panden, ja, de ene was een scooterpand, zeg maar, dus daar verkochten ze scooters. En de andere was een andere organisatie met gewoon kantoorruimte, zeg maar. Lomburg. Alleen bij die scooterpand hebben we ook een bod uitgebracht en daar zijn we overboden helaas. Mm-hmm. Dus dat gaat er niet meer worden. En die andere, daar hebben we ook een bezichting gedaan, we hebben daar ook een bod uitgebracht. Alleen dat bestemmingsplan bleek niet goed te zijn. Dus we hebben eigenlijk gezegd, als jullie zorgen dat het bestemmingsplan goed is, dan betalen we gewoon de vraagprijs. Alleen ze gingen niet het bestemmingsplan aanpassen, zeg maar. Ze zijn niet aan die procedure begonnen. Ja. Dus dat pand hebben we helaas ook moeten laten lopen. Maar we zijn op de achtergrond druk bezig met het zoeken naar panden. Alhamdulillah. Dus dat gaat gewoon de goede kant op. Ik geef hem heel even aan jou, Shimleli. Dan kan je ook even dat die op jou gericht staat, zeg maar. Anders kijken mensen alleen maar naar mij. Dan is er goed vrolijk van. Als je hem heel even... Ja, precies. Dit is niet zo. Hij moet een beetje jouw gezicht volgen, zeg maar. Broeder, deze technologie werkt niet mee. Ja, het is een beetje lastig inderdaad, zo'n stick. We moeten even straks kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, we hebben nog twee dagen de tijd om de technologie onder controle te krijgen, inshallah. Dus dat moet wel goed gaan. Ja. Wat vind je van het tempo, Shimleli? Is dat een beetje... Tempo ligt wel hoog, hè? Ik voel hem. Ja? Ja. Maar ligt dat aan de verhoging hier of ligt dat aan het tempo waar we op lopen? Wij zijn best wel een doorloper, dat voel ik nu al. Ja? Ja, ik voel me wel met mijn benen en zo, mijn voeten voel ik wel een beetje warm, dat is een beetje warm geworden. Ja, oké. Okay. Vind je dat ook? Nou, gewoon, ja, wel goed, zeg maar. Nou heb ik wel een beetje warm gelopen, zeg maar. Ja, dus ik denk dat we deze eerste dag ook wel gewoon door kunnen lopen. Het is voor de mensen thuis, we hebben de tocht eigenlijk verdeeld in twee dagen. Vandaag staat er ongeveer 30 kilometer op het programma. We gaan eigenlijk tot de Maas lopen, de rivier de Maas, dus we zitten nu boven de rivieren. Dat is niet zo. We gaan zo meteen de Neder-Rijn oversteken, inshallah. Daarna gaan wij de Waal oversteken. Daar zijn gewoon bruggen, alleen als je op een gegeven moment bij de Maas komt, bij de Maas is er geen brug bij de plek waar wij gaan oversteken. Daar moeten we met een veerboot overheen. Alleen die vaart 's nachts niet, dus wij gaan daar morgenochtend overheen, inshallah. En dan morgen gaan we eigenlijk het hele stuk in Brabant lopen en vandaag zijn we eigenlijk alleen maar in Utrecht en Gelderland. Je krijgt mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie kracht en motivatie geven. Amen. Voor deze strijd omwille van Allah. Amen. Shimleli, groeten van en Hakan. Mashallah. Yassin ben Marok. Oké, mashallah. Allah barik. Barakallahu broeder. Daarnaast Amin Farkadi zegt mashallah broeder. Barakallahu broeder. Kijk, dit is wel mooi als mensen ons ook steunen. Gewoon lekker reageren allemaal. Steun ons met deze tocht. En op deze manier kunnen jullie ook gewoon jullie steentje bijdragen, dat jullie ons er doorheen slepen. Op dit moment, ja kijk, we zijn natuurlijk net begonnen, dus op dit moment is het nog niet zo zwaar. Maar er gaan ongetwijfeld momenten te komen tijdens deze reis dat het wel zwaarder wordt. En zeker dan kunnen we jullie steun echt goed gebruiken. Zorg dat je daar ook dus aan meewerkt, inshallah. Inshallah, broeders. Hoe voel je je tot nu toe? Nou, tot nu toe is het nog niet, je voelt nog niet zoveel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik hoop dat het vandaag in ieder geval even zo blijft. Dat we morgen nog redelijk fris kunnen starten. Inshallah. En dan heb ik wel vertrouwen in dat wij dat we het gaan halen, inshallah. Hoe is het met de zenuwen? Zijn de zenuwen weg?
Dat had je zin in. Weet je wel, ik had wel een beetje zenuw op een gegeven moment. Ja, toen we hier naartoe reden. Ja. En op een gegeven moment, als je ziet een bochtje in Veenendaal staan. En dan is het echt, hè? Dan weet je waarvoor je hier komt, weet je wel. Dan, dan ga je toch wel wat voelen, hè? Ja, dat is wel. Kijk of ik hem zo kan doen. Zo misschien? Nee, hij wil hem niet. Ja. Zo. Ah, dit is ook leuk, hè? Even een beetje technologie ontdekken. Ja. Daar komt goed in stappen. We hebben net trouwens echt hele mooie gebieden gezien toen we hier naartoe liepen. Dus ik denk als de kijkers nu blijven kijken, gaan ze duidelijk echt mooie boerderijen zien. Groene landschappen, schapen, koeien, geiten. We hebben alles gezien toen we hier naartoe kwamen. Zelfs, het voelt eigenlijk een beetje alsof we op vakantie zijn ook. Want je hebt hier ook best wel wat verhogingen dus in het midden van Nederland. We hebben in Brabant eigenlijk helemaal niet. Nee. Brabant is gewoon één vlak landschap. En hier heb je nog iets van heuvels. Een mooie brug. Maar als je richting Limburg gaat, dan gaat hij een beetje omhoog. Daar begint het. Daar begint ook langzaam een beetje de Ardennen en zo. Maar hier is het ook wel echt heel mooi eigenlijk. Voor de mensen die door corona niet naar het buitenland op vakantie willen. Ik raad Veenendaal, Rhenen aan, die regio. Weet je eigenlijk hoe lang het donker is voordat we Veenendaal uit zijn, Samuel? Wat zeg je? Ik heb echt geen idee. Het enige wat ik zeg op de kaart is dat... Buisje zit eigenlijk voor ons aan de verkeerde kant van Veenendaal. Dus hij zit eigenlijk in het noorden. Wij zijn nu richting het zuiden aan het lopen. Dus het kan best dat we hier gewoon... Ik ruik friet, broeder. En dat ruik ik ook inderdaad. Heb je al honger, of niet? Nee. Oh, we moeten even aan de kant, Samuel. Ja, oké. Okay. Af en toe moeten we een beetje aan de kant, want mensen ook voorbij komen. Ja, dus we lopen eigenlijk op een fietspad nu. Ik had gehoopt dat het ook een voetpad zou zijn. Het voetpad is die kant op, maar niet deze kant. Oh, maar subhanallah, elke front, het is die kant, dan die kant. Maar daar is wel weer een voetpad en daar. Nu is er aan deze kant vanwege een voetpad. Shakib, maak vast Shakib. Shakib, mashallah. Ik zit de tijd van de man op, als die twee routes. Je moet wel even die route pakken die naar de brug gaat. Want de eerste twee rivieren, daar heb je dus routes met bruggen en routes zonder bruggen. Ja, kijk even mee, want dat heb ik wel gezien. Dus wij zitten nu op de splitsing. Ja. Ja, inderdaad. Dus we moeten even richting Rhenen nu. Even kijken. Dus dat is deze route. Kijk, hier heb je bruggen over de Neder-Rijn en de Waal. Hier is een brug. En... We moeten richting Rhenen, ja? Oh, hier is geen brug. Ja, dat is inderdaad wel wat we echt hier zoeken, waar die bruggen precies zijn. We moeten sowieso eerst even richting Rhenen. Die moeten we eerst even aanhouden. Laten we daar eerst even naartoe lopen. Ja. Waar liggen die appels, Chippie? Ja, aan die andere kant. Oh. Ja, hier, toch wel hier. Ja? Zijn wij live? Zullen jullie ook appel, banaan, iets anders zijn? Banaan. Ja, ik zou het anders zeggen. Ik zeg van iedereen die 5 euro doneert, krijgt hakken een appel. Anders niet. Ik heb hier al nog één, hè? Wat is dit, jongens? Is het handelen met gevoelens? Dat is Allah. Nee, komt goed, inshallah. Inshallah. Dus richting Rhenen, hè? Rhenen. Richting Rhenen, ja, we moeten sowieso richting Rhenen. Ja, oké, inshallah. Ik heb Rhenen, dat is ook goed. Dat is een fiets, nou. Ik moet gewoon een stoplek halen, hè? Ja. Waar is die? Wallah, broeder, we moeten nog extra lopen. Ja, we hebben ook een Jumbo in de buurt, lukt er nog wat eten halen. Holland die zegt nu al verdwaald, jongens. Nee. We zijn niet verdwaald, Hollandberg. Ja, Holland, we waren na 3 stappen al verdwaald. Na 3 stappen moest wel als je die vraagt welke kant moeten we eigenlijk op. Subhanallah, dit ding. We moeten even kijken hoe we dat gaan fixen. Ja. Want dat ding hebben we echt niet. Subhanallah. Ja, dat is inderdaad wel een beetje vermoeiend dat ding niet hier meewerkt. We hebben wel een probleem. Ik zal er zo even naar kijken. Als ik die appel op heb, pak ik hem weer even over. Volgens mij moet je hem eerst gaan balanceren. En dan pas op slot zetten. Maar ja, dat klopt inderdaad. Zo. Ik had hem eigenlijk al goed ingesteld voor die brede ligging. Maar nu doen we dus een lengte opnemen. Ja.
moet toch wel vrij soepel, hè? Ja, nu toch gaat het gewoon goed, hè? Mashallah. Maar het interessante is straks, zodra wij over het gemiddelde kilometers van een persoon aan kunnen, zeg maar. Ja, elke persoon kan maar een bepaalde kilometer per dag aan, qua lopen. Dan is het interessant. Maar ik denk dat het ook afhankelijk is van hoeveel je achter elkaar loopt. Ja. Stel dat je bijvoorbeeld 's morgens 20 kilometer loopt en 's avonds 20 kilometer. Dat zal waarschijnlijk minder problemen opleveren als 40 achter elkaar. Klopt inderdaad. Dus ja, dat is toch wel iets waar we rekening mee moeten houden. Dat we af en toe ook rust pakken. Ja. Zie je dat bij Eerste Brug. Ja, Eerste Brug inderdaad, maar ook een voetbalclub. GVVV. GVVV. Eerste Brug. Inshallah. Op het Vallei-kanaal. Op het Vallei-kanaal. Weet je hoeveel mensen naar ons kijken, broeder? Waarom? Nee, mensen buiten hier zo. Oh. Mensen die rijden voorbij. Mensen fietsen voorbij. We kijken ons allemaal aan en denken van wat zijn die gasten aan het doen. Misschien willen ze ons wat lekker dingen komen brengen. Of wat steunen. Ja, dat zou mooi zijn. Mensen, als jullie in de buurt van Veenendaal wonen, kom ook even langs. Kom maar even hallo zeggen. Kom daar lekker eten brengen, drinken brengen. Of een praatje maken. Wel op afstand, 1,5 meter. Ja, dat proberen we ook zoveel mogelijk aan te houden. Dat hebben wij ook gedaan. Maar nu hebben we wel hier een voetpad, hè. Dat is wel handig om die te gebruiken. Ja. Ze hebben net als een zwembad in Veenendaal, zo wij. Ja. Best groot eigenlijk. Ik had verwacht dat de Eik echt een boerendorp zou zijn. Nee, broeder. Het is echt goed. Meer mensen, als je denkt. Ja, ik vind het wel echt een mooie omgeving. Heb je een vraag aan de mensen? Heb ik een vraag aan de mensen? Ja. Kijk, 29 mensen. Dat is een kans om een vraag te stellen. Wie van jullie gaat Islamplein steunen, beste mensen? Wie van jullie gaat Islamplein steunen bij het kopen van het pand? Wij zijn dus deze sponsorloop aan het doen om daar geld voor in te zamelen. We willen aandacht vragen voor het feit dat Islamplein een pand wil kopen. Alhamdulillah, er is al 150.000 euro ingezameld. We hebben nog minimaal 150.000 euro nodig. Dus beste mensen, zorg dat jullie blijven doneren. Tijdens de afgelopen Ramadan hebben we gezien hoe gulden jullie kunnen zijn. Alhamdulillah, dat waren echt hele mooie avonden. Vaak met Shimlelli erbij. Ja. En toen hebben we dus ook gezien dat het mogelijk is om de omgeving te krijgen. Maar je moet het doel gewoon hoog houden en in Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het allemaal mede mogelijk gemaakt. Precies. Niet denken omdat wij slim zijn. Of nou, veel mensen denken van, oh, ik ben slim. Of ik heb zo goed gepland. Of, Nee. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het allemaal voor ons gepland. Allahu akbar. We hebben het allemaal dankzij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen we dat doen. Ja. Dus zorg ervoor dat jouw intentie altijd zuiver is. Waar doe je het voor? Wij doen dit om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat er een plek is waar jongeren, maar ook ouderen bij elkaar kunnen komen. Waar ze kunnen leren over de islam. Waar ze Koran leren. Waar ze aqidah leren. Waar ze fiqh leren. Waar ze kunnen verdiepen in de islam. Gewoon de niveau, als jij... Maar niet geen basiskennis, maar ook dieper op ingaan. Dus er zijn mensen die basiskennis nodig hebben. Er zijn mensen die een niveau hogertje hebben, een niveau hoger hebben. Zo'n soort plek willen we hebben. Ja. En dan gewoon een plek voor onszelf. Ja, precies. Of niet, broeder? Alhamdulillah, je hebt het heel mooi verwoord, Simlali. Het is een plek voor onszelf. Een plek voor onszelf en dat geldt... daarmee bedoelen we eigenlijk een plek waar iedereen welkom is eigenlijk. Of je nu een jongere bent. Voor jongeren moet het mogelijk zijn om jongerenavonden te organiseren. Om lekker bij elkaar te komen. Wij zijn officieel denk ik geen jongeren meer, maar toch af en toe willen we gewoon bij elkaar komen. Samen les volgen, samen goede dingen doen, samen praten, samen lopen in dit geval. Ja. En ook voor de ouderen geldt dat eigenlijk. We hebben ook best wel lessen waar oudere mensen op afkomen. Bijvoorbeeld Arabische lessen. Hier naar links? Oké. Okay. We gaan nu naar links. Wordt wel heel interessant dit nou. Heel interessant. Even kijken. Mashallah, succes broeders. Barakallahu fik. Wat is het verschil tussen het goede spoor en het rechte pad? Het goede spoor of het rechte pad?
Dat mag jij vertellen. Als wij op één. Barakalofik Moussa. Barakalofik Abla. Als we op één van die twee zitten, zit dat goed of niet? Ik verwacht het wel. Het goede spoor wel. Dan is daar het antwoord. Ah, lachen we. Wat is dat dan? Hey, ja, is een. Straatnaam. Goed spoor. Oh, daar. Daar hang je niet zo goed. Ik dacht dat je over die begrafenisstoet had. Dat is ook een teken. Ja, dat is ook iets. Zo, veel begrafenis. Hoeveel kilometer hebben we erop zitten? Hebben we trouwens de WhatsApp-ding gedeeld, locatie? Ik heb net, toen we bij Sant van Rahma waren, toen heb ik de locatie gedeeld. Ja? Dat gaan we daar nog een keer doen, inshallah. Maar we hebben er een paar kilometer op zitten. Want mensen kunnen ons eigenlijk live volgen, hè, via WhatsApp. Als je zeg maar deelt, die live locatie deelt, hè? Ja, maar dan heb ik geen... Broeder! Hadden we niet veel beter zo kunnen gaan, maar hier zo. Of hier? We sporen het free sport. Mohim. Hoeveel kilometer hebben jullie erop zitten, broer? Ik denk dat we ongeveer 2 kilometer hebben gelopen. We hebben pas 2 kilometer pas lopen, 2 kilometer. Dat is nog niks in principe, hè? Hoeveel procent is dat van de 81? 2-3% of zoiets. Ja, broer. Maar we gaan dadelijk ook tussenstanden delen trouwens, hè? Dus dat is ook wel belangrijk om in gaten te houden. Wij houden natuurlijk de donaties bij die binnenkomen. En natuurlijk willen wij hiermee fase 4 gaan starten. We willen weer 50.000 euro inzamelen, inshallah. Uiteindelijk moeten we nog 150.000 euro ongeveer inzamelen. Dus blijf vooral doneren voor een pand van Islamplanning. Zorg ervoor dat jij die beloning krijgt voor alle goede daden die plaatsvinden in het nieuwe pand van Islamplanning. Kun je deze fixen? Sorry? Kun je deze fixen? Ik ga wel proberen. Dus dat is een plek waar gratis islamitische lessen worden gegeven, gratis Arabische lessen. Er wordt daar gebeden, er wordt Koran gereciteerd. Zorg dat je daar allemaal de beloning voor krijgt en dat je blijft doneren voor Stichting Islamplanning. Ik ga wel weer eventjes proberen om het beeld recht te zetten. Als het goed is met dit werken. Inshallah werkt technologie. Technologie kan echt een gunst zijn. Maar in dit geval, waarschijnlijk is het gewoon te geavanceerd voor ons, Shimlali. Wij zijn niet gewend aan zoveel techniek om ons heen. Maar we zijn vooral ook aan het genieten van de mooie groene omgeving hier in Veenendaal. Alhamdulillah, ziet er mooi uit. Dit is ook wel misschien mooier, maar jullie laten zien, ik denk dat dit een school is of zo. Je hebt hier ook een spoor, hè? We hebben een spoor met een trein. We kunnen ook natuurlijk gewoon de trein naar Eindhoven pakken, hè? Even kijken. Ik zie dat onze broeder Borger Hout ook meekijkt. Alhamdulillah. Gezeer geliefde broeder. Voor elke kilometer doneer ik 1 euro. Enorm veel respect voor jullie en vergeet jullie zelf niet. Allahu Akbar. Mashallah. Dat is een heel mooi bericht. Wie heeft dat gezegd? Abla Meknes. Mashallah. Wat heb je daarover te zeggen, Shimlali? Misschien kun je een mooie dua doen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala je accepteren. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het beste geven. Doen je eigenlijk beschermen tegen het kwade, tegen boze oog. Tegen sihr, tegen jaloezie, tegen shirk, tegen al het kwade. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala al jouw smeekbeden die jij doet. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala die allemaal laten uitkomen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw zin ter fidaus schenken. Amen. Samen met jouw geliefde, jouw naast. Allahumma amin. Ik moet soms af en toe een beetje voor mij kijken. Want dadelijk kom ik tegen iets aan. Dus... Geen probleem. Wat zie je op de bosjes en de stoep is een beetje. Shimlali, misschien kun je ook eventjes. Voor alle kijkers. Ja, er zijn ongetwijfeld mensen die net gedoneerd hebben, misschien. Maar die mensen die. Die hebben niet gemeld dat ze gedoneerd hebben. Laat zien. Op de weg, op de bosjes. Dus Shimlali, voor de mensen die wel gedoneerd hebben, maar niet hebben gezegd dat ze gedoneerd hebben. Misschien dat je voor die mensen mooi dua kan doen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het voor jullie accepteren, jullie het best geven, doen je eigen. Jullie beschermen tegen het kwade, tegen boze ogen, tegen slecht, tegen jullie ziet, tegen shit, tegen al het kwade. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie vrome nageslag schenken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie rijkdom schenken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie veel kennis schenken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie allemaal zin in het schenken. Samen met jullie geliefde je naast. Allahumma amin. Amin. Allahu fikum. Amin. Doe voor ons dua, inshallah, dat wij de stappen kunnen lopen. En inshallah, dat wij gewoon thuis aankomen. We hebben ons vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala gelegd, dus inshallah zal het allemaal lukken.
Inshallah. Wees met ons. Hoe laat is het nou? Ik kan de tijd nu even niet zien hier. Ik denk ons... Oh wacht, 18.26 uur, het is 6:30 bijna. Ja, de meeste mensen gaan nou eten. De meeste mensen komen net van werk en zo, weet je, dus gaan ze even eten en zo. Dus, ik zie dat Shakib ook fans heeft. En mensen vragen om Shakib. Shakib rijdt nu ongeveer een paar honderd meter voor ons. Wij zien hem... Wij zien hem in de verte. Shakib is voor ons aan het navigeren. Dus we moeten zorgen dat wij natuurlijk op de juiste plek uitkomen. En dat is waarvoor wij onze Shakib hebben aangesteld. En tot nu toe gaat het goed, alhamdulillah. Shakib is natuurlijk iemand die ook bij Islamplanning altijd achter de schermen een dragende functie heeft. Deze man heeft heel veel goede dingen gedaan voor Islamplanning. En daarmee natuurlijk ook voor de hele umma, voor de dawa. Mogen Allah hem daar rijkelijk voor belonen. Hij is nu in de verte op ons aan het wachten om ons weer naar het volgende goede pad te leiden, inshallah. Bedankt voor de sponsor, Foodshifter. Maar dat geloof ik. En zorg ervoor dat jullie ook even die Facebook gaan checken. Foodshifters. Ze zijn een van de eerste, volgens mij zijn de eerste die halal maaltijden in een bakje hebben. En dan kan je die zeg maar warm maken in de oven. Warm maken in een marketon of in een pannetje. En het kost 5 euro voor 2 maaltijden zit erin. Dus voor de mensen die meestal snel van werk komen of snel even snel even moeten eten. Check even Foodshifters. Steun die broeders, het is 100% halal. En ja, het is een goede broeders aan het werk. Ik had ook een interview met ze. Dus voor de mensen die interesse hebben, kunnen ook die interview checken. Waar is het interview te vinden? Moslims op weg. Moslims op weg. Dus kijk even op Moslims op weg en daar worden de broeders van onze sponsors geïnterviewd, inshallah. Ja, inshallah. Nog een brug. We zijn nog een brug. Ja, ik denk dat we heel veel bruggen vandaag tegen gaan komen. Gaan we daar elke van die flow grapjes zeggen? Ja, waarom niet? We hebben tijd genoeg, denk ik. Nu gaan we niet over het water heen, we gaan over een fietspad heen. Dus, deze keer kunnen we geen naam van een rivier of kanaal met jullie delen. Dus ik zie dat die actie, we hebben dus die actie lopen. Doneer een euro voor iedere kilometer die wij lopen. Dat is, we gaan in totaal inshallah 81 kilometer lopen. Dus dat wordt een totaalbedrag van 81 euro. Maar als jouw budget het toelaat, is het natuurlijk ook mogelijk om meer of minder te doneren. Je kunt ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld 2 euro te doneren per kilometer. Dan kom je iets boven de 160 euro uit. Als je ervoor kiest om bijvoorbeeld 50 cent te doneren per kilometer, kom je iets boven de 40 euro uit. En op die manier kun je je eigen berekening maken. Inshallah is het ook een leuke actie, zodat jullie ook zelf je meer betrokken voelen bij deze sponsorloop. We zijn hier nog steeds in Veenendaal aan het lopen. We zijn op weg naar Eindhoven, inshallah. Ik verwacht wel dat we zo Veenendaal gaan uitlopen, toch of niet? Inshallah. Shakib, is het nog ver tot de rand van Veenendaal of niet? Ja. Weet je hoeveel kilometer nog of niet? Weet je hoeveel kilometer nog tot de rand van Veenendaal? De rand van Veenendaal. Ja, we zijn inderdaad een beetje aan het opletten hier. Soms komen er fietsers. Fietsen voor je. Ja, soms komen er scooters. We moeten natuurlijk niet andere mensen in gevaar brengen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hakan komt als een kast terug, mashallah. Sakur heeft mooie fantasie, denk ik. Broeder. Daar gaan heel veel mensen blij mee zijn, broeder. Het is ook wel gezond om een stuk te lopen, hè? Ja, zeker. Ik hoop dat ook deze afstand nog gezond is. Moet er even voor een fietser aan de kant. Dit fietspad is iets drukker als het andere fietspad net, hè? Ja. Of mensen zijn over het algemeen gewoon nu meer op pad of zo, Allah alam. Een mooie omgeving hier, echt heel groen. Alhamdulillah, jullie kunnen het hier ook gewoon. Ook veel dingen voor kinderen om te spelen, voetbalveldjes. Ja, ik heb net andere voetbalclubs gezien, zwembad. Er zijn veel voorzieningen hier in Veenendaal. Hey, ja, broer. Sorry?
Ja, ja, we moeten even een voetpad vinden, man. Zijn kip, we moeten even een voetpad vinden, man. Maar we kunnen daarnaast lopen. Huh? 5 kilometer. Je broeder rent hier ook. Inshallah. Ik zie dat ook telefoon. Salam alaikum. We hebben hier nog andere broeders die ook aan het sporten zijn. Ja, ja, dat mag. Dat ja, dat klopt inderdaad. Maar meestal is dat buiten de balkonboeren. Ja. Ja. Je zit als goed nog binnen de balkon. Ja, we zijn dadelijk als het goed is nog. Het grootste deel vandaag is eigenlijk buiten de balkon. Ik denk dat het gewoon weilanden of bossen zijn. Dus ik verwacht dat we daar sowieso nog plekken gaan tegenkomen waar gewoon geen fietspad is. Marcel, onze Sakip is ook meer aan het lopen als aan het fietsen. Sakip heeft eigenlijk ook gewoon straks 80 kilometer ongeveer gelopen, denk ik. Met gewicht, hè? Ja, precies. Sakip heeft er nog het zwaarste. Hij moet ook nog die fiets meenemen, hij moet gewicht meenemen. Ons eten, drinken, powerbanks, alles wat we hebben meegenomen. Het zit allemaal in die tassen daar. Lang werk. Onze jassen en zo. Oh, politie. Even uit elkaar lopen. Of niet, Simulali? Natuurlijk niet, we hebben zo die 1,5 meter afstand. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Want jij loopt aan, dat kant van, aan die kant van het fietspad, ik hier. Dus ja, op zich moet dat wel goed komen. Moesten we eigenlijk die kant op? Ja, de weg is afgesloten, mensen moeten ook nog omlopen. Dit was de snelste weg toch? Ja, kan. Op de kop. Ja, de kortste weg gaan we dus niet meer nemen. De kortste weg is afgesloten, zoals jullie kunnen zien. Dus we moeten een stukje omlopen, helaas. Maar goed, inshallah. Ik zie daar wel een. Oh ja, je kan er langs lopen, Sakip. Of kan dat niet? Jawel, jawel, zij komt er ook langs. Is dat risico of niet? Geen risico, jongens. Okay. We kunnen toch de snelste weg pakken, dat is wel fijn. Dat scheelt weer 20 minuten. Ik hoop dat er wel snellere afsnijroutes zijn. Heb je ook spoor? Dat zie je hier door heel Veenendaal wel, hè? Dat spoor. Volgens mij heb je hier ook meerdere treinstations. Weet je dat ik mijn eerste auto in Veenendaal heb gekocht? Ja? En die auto heb je in de steek gelaten? Nee, dat was echt best een fijne auto. Maar toen kwam ik dus ook met de trein hier naartoe en toen ging ik de auto ophalen. Heb je ook een beetje geschiedenis met Veenendaal? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is al wel weer een tijdje geleden, maar ja, klopt. Kijk, af en toe heeft die stick wel de neiging om goed te blijven staan. Die kunnen een mooi Sakip filmen. Maar ik merk dat de technologie toch nog niet helemaal doet wat wij willen. Jongens, Jan, dan gaan we morgen een oplossing voor dat vinden. Inshallah. Nou, we gaan dadelijk denk ik sowieso even ergens pauze nemen. En dan kunnen we ook eventjes weer rustig kijken naar de apparatuur. Kunnen we even wat eten en zo. We gaan eerst nog eventjes een stukje doorlopen. Zie je nu wat zin in pizza? Ik zie daar een pizzatent inderdaad. Nou, we gaan vanavond wel nog wel wat eten denk ik, toch of niet? Inshallah, man. Inshallah. Het is wel veel pan die leeg staan, hè, zo. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat zag je net ook al bij Abu Aisha, hè. Daar zijn ook best wel veel panden leeg, eigenlijk. In Eindhoven heb ik juist het idee dat iedereen daar naartoe komt. Iedereen wil daar komen, iedereen wil daar een pandje kopen, maar het is gewoon super duur. Hier is het meteen als het gewoon goedkoper. Ja. Dus dat is eigenlijk wel mooi, stijl als, je weet nooit, maar als je nu al iets goedkoops kan vinden, in de toekomst, als jij groot wordt zoals Centrum Arachma, ja, dan heb je in de toekomst heb je gewoon alleen maar voordeel. Je hebt geen verlies, je hebt alleen maar gewonnen, winst. Nou, dat is inderdaad ook het voordeel van Centrum Arachma. Zij kunnen hier vrij goedkoop panden kopen. Ik vond het net mooi wat hij zei, dat Abu Aisha, met gemeenschapsgeld wordt het meestal zeg maar niet... Hoe zeg je dat, broeder? Iets nuttigs meegedaan. Ja, het wordt niet serieus, zeg maar, echt alsof het je eigen geld is. Maar alhamdulillah, ze heeft nou alhamdulillah stichting aan Lomberg die wel gewoon echt serieus mee zijn. Echt hun verantwoordelijkheid nemen. Echt goed investeren, goed navragen.
En ook natuurlijk pingelen met de panden. Ja, natuurlijk, daar waar nodig moet je dat wel doen. Ja, natuurlijk. Ja, even kijken, ik ben nog steeds... Moet naar rechts. Nee, helikopter. Helikopter. Oh, is de zoek ons nu al, lesje, Mnelli. Ik ben nog steeds een beetje hier met de technologie bezig, achter de schermen. Even kijken, nu... Kijk, als je het een beetje zo doet, ja. Zou dit werken zo? Zo. Het leuke aan lopen ten opzichte van autorijden is ook wel dat je echt op plekken komt waar je normaal nooit komt. Hè? Ja, we lopen nu gewoon letterlijk door een woonwijk langs een spoor in plaats van dat je over de snelweg heen rijdt. Je kunt ook gewoon alles goed kijken, alle details. Even kijken, ik zie nog een reactie, Simonelli 81. Dan kan je een maand lag deze kippen, inshallah nog langer. even kijken. Zijn de wekelijkse lessen trouwens van start gegaan? Eigenlijk zijn we nooit gestopt. We hebben zomercursussen gehad. Meerdere zomercursussen bij Islamplanning. En sommige zijn nu nog steeds bezig. Denk bijvoorbeeld aan de Sierra lessen van Abu Saifullah. Daarnaast hebben we nog de Turkstalige lessen die op dit moment ook nog doorgaan. Ja, Lomberg. Die zijn ook begin juli gestart. Ik was echt blij toen ik het zag voor Lomberg. Ja, het is mooi om voor verschillende doelgroepen wat aan te bieden. Hè? Zeker, zeker. Kijk, en dan krijg je soms ook nog wel vragen tijdens die Turkse lessen. Krijg je vragen, zijn er ook lessen in Nederlands? Nou, die hebben we genoeg, dus dan kun je mensen ook gewoon doorverwijzen natuurlijk. En vaak is ook de Turkse gemeenschap is ook meestal tweetalig, hè? Ja, meestal wel inderdaad. Dus, ja. Het is ook wel mooi dat we dan ook de Turkse broers en zussen, dat wij zeg maar... Ja, kan, hoe zeg je dat? Stimuleren. Ja, kan stimuleren en ook de juiste akide kan geven, juiste fiqh, et cetera. Gewoon niet eens, altijd goed, veel onwetendheid weghalen in Oemaya, want bij ons dat ook, hè. Ja, precies. Ja, alhamdulillah, sinds Londerk, tegenwoordig heb je heel veel op internet. Je hebt heel veel stichtingen in Londerk die nou zich inzetten op kennis. Alhamdulillah, er gaat steeds meer onwetendheid weg. Alhamdulillah. Londerk. Ja, je ziet ook wel inderdaad dat er steeds meer mensen ook zijn die zich daarvoor goed inzetten. Ja, Lomberg. Er zijn veel vrijwilligers in Lomberg. Allah gaat hen allemaal rijkelijk belonen. Ja. En het is gewoon mooi om te zien dat ook de jongeren gewoon echt hier een hele grote aandeel hebben. Ja. Nog even terugkomend op de lessen van de islamplanning. Ja, ook de Arabische lessen zijn eigenlijk tijdens de zomer gewoon doorgegaan. Dus bijvoorbeeld denk aan Arabische taalvaardigheid. Arabisch leren lezen is ook al opgestart. Daar komt zelfs niveau 2 van. Voor mensen die dus wel Arabische letters kennen. Maar nog niet zo goed en vlot kunnen lezen. Onze oestaat Mohammed Sakour die gaat die mensen ondersteunen. Om ze op een hoger niveau te krijgen, inshallah. Dat soort lessen hebben we ook specifiek voor zusters tegenwoordig. Dus dat gaat om leren lezen. Maar ook mensen die dan net iets verder zijn. Daar zijn dan groepjes ontstaan zeg maar, van mensen die dan samen zijn begonnen. En nu steeds verder gaan samen. We hebben alhamdulillah nu, we zijn weer bezig met niveau 2 van boek 2 van Arabia Bene Yedek weer opstarten. Dus dat is ook Arabische taalvaardigheid. Onze Arabische grammatica lessen zijn ook gewoon doorgegaan. En onze oestad Moussa die gaat morgen op vakantie, dus dan hebben we even 2 weken volgens mij geen les. Maar daarna, inshallah, gaan we gewoon weer verder met waar we gebleven zijn, Arabische grammatica lessen. Oestad Hassan gaat inshallah weer terugkomen. We weten niet of het weer op de maandagen is, zoals we vorig jaar wel gehad hebben. Maar hij gaat sowieso weer terugkomen, inshallah, heeft hij toegezegd. De enige vraag is nog welke dag. Wat er verder nog, Simlali? Die lessen voor kinderen, dus waar we het net over hadden, daar zijn we dus ook mee begonnen. Ik ben wel benieuwd waar de mensen vanaf welke plaats of stad de mensen kijken. Ik zou zeggen, reageer mensen met de plaats waar je vandaan kijkt. Sakur doet toch liever autorijden, Simlali. Hij zegt lekker autorijden, Hakan. Wat vind je daarvan? Ja, hier, dit soort dingen kun je gewoon niet komen als je met de auto komt. Hè?
Dat is afgesloten, zie. Is dit een moskee of zo? Kijk eens daar. Daar. Dit is gewoon een moskee, toch? Volgens mij is dat dan de nieuwe moskee waar ze het op had? Dit is... We gaan al genoeg lopen, ja. Dit is gewoon een serieuze moskee, kijk. Je ziet het gewoon al aan die bogen en een soort piramide-achtige vorm op het dak. Een nieuwbouwmoskee. Dit is sowieso best wel een wijk waar veel nieuwbouw is. Mensen ondertussen, terwijl jullie naar mij kijken, jullie kunnen natuurlijk ook gewoon op de links blijven drukken. Die hier onder het bericht staan met de betaallinks. Wij zijn geld aan het inzamelen voor Stichting Islamplanning. Stichting Islamplanning biedt gratis islamitische en Arabische lessen in Eindhoven. Maar wij doen natuurlijk ook livestreamen. Eén momentje. Shimlele, moeten wij de achterste kiep aan of moeten we rechtdoor? Oh, Shakib gaat even naar de moskee kijken die hier gebouwd wordt. Shimlele en ik lopen rechtdoor. We zullen dadelijk dus nog inshallah onze locatie een aantal keer delen. We gaan dadelijk nog even een pauze houden. We gaan de tussenstand delen van de inzameling inshallah. Dus er is genoeg om voor te blijven kijken. Ongetwijfeld gaat Shimlele dadelijk nog mooie verhalen met jullie delen. Ook leerzame verhalen natuurlijk, zodat jullie ook nog een beetje in de stijl van de islamplanning hier iets van kunnen leren. En terwijl we dat doen, hopen we steeds dichter bij ons einddoel te komen. En het einddoel voor nu even is Eindhoven bereiken. Dat gaan we vandaag sowieso niet doen. We zijn nog steeds in Veenendaal. Maar ik verwacht dat we vandaag inshallah gewoon tot de Maas door kunnen lopen. Inshallah. Tot de rivier de Maas. Daar is geen brug op de plek waar wij willen oversteken. Je hebt eigenlijk alleen maar de A50 en de A2 en wij lopen er precies tussendoor als het goed is. Op dat soort plekken heb je soms gewoon een veerbootje nodig om over te steken. Zelfs in een land als Nederland heb je gewoon niet overal een weg. Dus wij gaan de rivier de Maas inshallah met zo'n veerbootje oversteken. We komen nog meer rivieren tegen vandaag, ook de Waal en de Neder-Rijn als het goed is. Daar zijn wel bruggen, dus daar kunnen we gewoon overheen lopen. En terwijl we dat doen, willen we jullie ook vooral blijven oproepen om gewoon te blijven kijken. Vooral ook te blijven doneren voor Stichting Islamplanning. Om ervoor te zorgen dat wij dus een pand kunnen kopen waar we daar maar kunnen blijven doen. Je mag een bedrag naar eigen keuze kiezen. Oh, Shakib. Shakib is er weer. Alhamdulillah. Wat is dat? Stel. Afrikaanse moskee-stijl. Ja, precies. Mooi toch? Mashallah. Dus Veenendaal is binnenkort een Afrikaanse moskee-stijlrijker. Ja, misschien dat wel Nasser moskee. Ik weet niet welke moskee het is. Abu Aisha en Elena dacht erover dat er een moskee werd gebouwd. Oh ja, dat klopt ja. En dat lijkt wel die. Het was, zeg maar een van de grootste moskeeën van Nederland. 2000. Mashallah. 2000 vierkante meter. 2000. Oh, per verdieping zei. Ja, dat zei hij net. Ja. 2000 vierkante meter per verdieping. Lombard. Dus als er iemand uit Veenendaal is die de naam van de moskee weet, laat me weten. Wij zijn benieuwd. De moskee ziet er in ieder geval mooi en groot uit. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Ons best doen. Inshallah. Hoi. Hey. Kijk, Shakib is alweer een stukje vooruit gefietst. Hij is de weg aan het verkennen. Om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke dingen kunnen gebeuren onderweg. ik ben wel blij dat Shakib hier bij ons is. Dat is wel echt een steun. Stel je voor dat je deze hele weg moet lopen met rugzak, eten, drinken, flesjes water meeschouwen. Dat zijn geen grappen, jongen. Dat zijn 11 stedentochttaferelen. Dan kun je ook Alcede toch gaan zwemmen, hè? Dat hebben ze ook gedaan. Hè? Ja, je moet eigenlijk triathlon doen voor en lopen, fiets pakken ergens, ja, dan gaan we zwemmen. Maar dat zijn wel mooie dingen hoor. Even serieus, je hebt echt gelijk, Simone. Alles is te koop, te huur. Zijn mensen nu massaal aan het wegvluchten uit Veenendaal? Het is echt opvallend. Onduidelijk. Kijk, we zijn Shakib kwijtgeraakt. Hij zit waarschijnlijk aan het einde van de straat. Nou, als ik Shakib was, zou ik ook daarachter gewoon even gaan uitrusten.
Gewoon even lekker op een bankje zitten of zo. Ja, het belangrijkste wat Sakip moet doen is gewoon onze weg wijzen. En zolang we alleen maar rechtdoor hoeven te lopen, kan Sakip eigenlijk gewoon alvast een stukje vooruit gaan en wachten tot wij komen. Inderdaad. Hoe voel je het nu? Tot nu toe? Nou, ik moet zeggen, tot nu toe valt het echt best wel mee. We zijn natuurlijk nog steeds in Veenendaal gewoon. Ik heb wel het gevoel dat we wel echt de rand van Veenendaal aan het bereiken zijn ondertussen. En zitten we nog in Veenendaal of zijn we eruit? Nee, we zijn nog in Veenendaal. Ja, oké. Okay. Hey. Hey. En de reacties? Zet hem op. Samira, wat geloof ik? Dit helpt, deze aanmoediging, mensen. Ja. Het is mooi om te zien dat mensen met ons zijn, dat mensen meekijken. En inshallah kunnen we een heel stuk van het bedrag van fase 4 inzamelen. Dat zou echt mooi zijn. Dus voor de mensen die niet weten wat fase 4 is. Stichting Islamplanning wil een pand kopen. Wij verwachten dat we daar ongeveer 300.000 euro voor nodig hebben. En we hebben dat project opgesplitst in verschillende fases. 6 fases om precies te zijn. En tijdens iedere fase willen we 50.000 euro inzamelen, inshallah. We hebben al 3 keer 50.000 euro ingezameld, alhamdulillah. Nog 3 keer te gaan. Fase 4 is vandaag eigenlijk officieel gestart met deze sponsorloop. Het zou mooi zijn dus als we een heel stuk van die 50.000 euro dit weekend al kunnen inzamelen. Er volgt ook nog een benefiet, inshallah, voor fase 4. Dat zal eind november waarschijnlijk zijn. En op die manier hopen we dus dat we steeds dichter bij ons einddoel komen. Hebben jullie nagedacht over wat voor eten jullie meenemen of gewoon blindelings in tassen gedaan? Assimlelli. Hebben we nagedacht over het eten wat we meenemen of niet? Ja, we hebben wel we hebben wel bewust gezonde dingen gekocht inderdaad. Spoorover? Daarna gaan we links. Links, oké. Okay. We hebben bijvoorbeeld appels bij. We hebben bananen bij. Dat is ook echt eten wat ons ook energie geeft. Moeslirepen. Ontbijtkoeken hebben we ook. Ook die brekers van Friese Vlag of Melkunie is dat tegenwoordig volgens mij. Dus we hebben ook een beetje expres gezonde snacks meegenomen. Alleen ik ben bang dat straks het avondeten niet zo gezond gaat zijn. Ik ben natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wat je tegenkomt in de buurt. Dit is geen buurt waar veel moslims wonen, dus je hebt al wat minder opties. Ja, ik verwacht dat we straks gewoon een frietje gaan eten of een pizza of zoiets. Ik ga heel even het beeld draaien. Kijk, we blijven een beetje langs het spoor lopen de hele tijd. Dus dit spoor gaat blijkbaar naar het zuiden toe. Dus hier is nog steeds een spoorwegovergang weer. We hebben onze Smilelli met zijn reclameshirt. Zien jullie wat erop staat? Wajo, heb jij halal foodies wereldgerechten geproefd? Foodshifters.com. Mooi halal logootje erbij. Ja, dit is wel een mooie reclame, Smilelli. Ik denk dat onze hoofdsponsor daar blij mee zal zijn. Voor de douwe en plus. Ja. Je hebt de doelgroep, hè? De doelgroep die kijkt ook mee. Ja, zeker weten. Dat is wel een werk. Maar heb je foodies al gegeten? Ja, ik heb er meerdere gegeten inderdaad. Wat vond je de lekkerste? Wat ik zelf lekker vind is een beetje die Aziatische smaken. Dus bijvoorbeeld je hebt die rendang smaak, die vind ik wel lekker. Je hebt ook Hongaarse goulash, heb ik ook gehad, die was ook lekker. Welke heb ik nog? Volgens mij heb ik die twee gehad. Oh, die pinda man, pinda. Pinda is toch die rendang of niet? Kipsaté. Oh, kipsaté. Maar die heb ik niet gehad volgens mij, kipsaté. Was die ook lekker? Ja, normaal lust ik het niet eens, hè. Nee? Maar die vond ik geweldig. Ik zei ook tegen de broeder, ik zo van, hallo tijdens de interview, ik zit gewoon van, normaal eet ik dit niet. Hij zo, mashallah, dat is de beste koppel die we ooit kunnen krijgen. Ja, dus Lomberg. Dat is mijn vraag, broer. Dat is een vraag, gaan we even kijken. Nou, geen probleem. Oh, ik heb de reacties weggedaan. Nee, die vraag hebben we al gehad. Dus dat gaat over inderdaad eten wat we bij hebben, of we dat bewust hebben meegenomen. Mm-hmm. We hebben daar wel over nagedacht, alhamdulillah. Dus dat is wel iets goeds. Het enige wat ik net zei is, dus we weten niet zeker wat we allemaal onderweg tegen gaan komen. Dat volgens mij de villa-wijk. Wij zitten in een dikke villa-wijk.
Dus binnenkort, ze zien dadelijk een paar mannen met een baard in Villawijk. Ik denk dat er zo meteen een politieauto aankomt. We zijn aan het filmen hier, dus dat is helemaal verdacht. Hoe lang denk je dat het duurt voordat er een politieauto hier is, Shimlani? Allah maar, inshallah niet. Inshallah niet, dat sowieso, maar als je een inschatting mag maken. Ik denk 10 minuten. 10 minuten? Als ze door bellen, moet je 10 minuten zijn. Nou, ik heb net wel wat politie zien rijden, dus ik denk wel dat ze niet zo ver zijn. Dus ik denk 5 minuten, dan zal er inshallah, niet inshallah, maar waarschijnlijk politie zijn. We gaan het meemaken. Zijn we veilig, hè, broer? Inshallah. Ja, gaat aan. Mooi huis, inderdaad. Kijk, al die straatnamen hebben ook dingen met spoor erin. Een verlengde spoorlaan zie ik staan hier. Oei. Oei. En mensen kijken ons allemaal aan, dan kun je beter hij zeggen, wat snap je? Ja, tuurlijk. Je voelt toch dan een of andere manier dat ze hier een beetje zo aanstaan. Je voelt een soort van druk om hallo te zeggen. Of in ieder geval te laten zien dat je geen kwaad in de zin hebt. Wij als moslim moeten we altijd het goede voorbeeld laten zien. Dat is het. Maar het is meer van als iemand je zo aankijkt en je zegt niks en hij zegt ook niks. Dat is een beetje apart, snap je? Ja, precies. Dat je aan elkaar aan te staren dan. Nou, het is sowieso iets moois en zo. Hè. Ook islamitisch gezien natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk de mooiste groet van allemaal. 10 hasanat, salam alaikum rahmatullah. 20 hasanat, salam alaikum rahmatullah en barakatuh. 30 hasanat. Dus. Zorg dat jij de boodschap en zus altijd te goed geeft, dat jij heel veel hasanat kunt verdienen. Nou, dat is het inderdaad. Hè. Als jij gewoon begint met het geven van die groet, bij mij al sowieso gegarandeerd van jouw hasanat. Je hebt gewoon, hè? Ja. En diegene die zeg maar salam alaikum zegt, krijgt meer hasanat dan diegene die zeg maar terug de goed doet. Ja, want voor hem is het een plicht. Ja. Dat zijn inderdaad wel van die kleine dingetjes waar wij eigenlijk nooit over nadenken. Maar wat wel mooie profijtjes zijn eigenlijk. En een makkelijke manier om echt hasanat binnen te halen. Daarnaast, als er iets op de weg ligt, bijvoorbeeld een tak of een steen of iets, zorg ervoor dat je die eruit weg gaat halen, krijg je ook hasanat voor. Ja, precies. Dus ik ben benieuwd of we straks iets gaan zien. Als we, dan gaan we dat, live gaan we dat doen, zal. Ja, je kunt daar beginnen, er ligt een blaadje daar, Shimlali. Ja, blaadje is... ik weet wel, toevallig. Dat vaak wordt gezegd, een steen of een obstakel, zeg maar. Een obstakel moet je weghalen. Ja. Oh, ik zie dat we berichten van Jordi krijgen, Shimlali. Wat is Jordi? Misschien dat je heel even Jordi kan bellen, want ik weet dat Jordi van plan is om later vandaag hier naartoe te komen, inshallah. Hij wil inshallah samen met ons Salat al-Maghrib gaan bidden. Ik weet nog niet precies waar, dat weet Jordi zelf ook nog niet. Volgens mij, als je even snel op de WhatsApp drukt, dan kun je even een beetje soort van pauze doen, heel snel. Kan ik tijdens een live video kijken? Je kan dan volgens mij even snel pauze, zeg maar, doen. Pauze van de live video? Ja, maar dan moet je even op die WhatsApp drukken. En dan moet je een live video gewoon sturen. Wacht even. Waar zijn je? Hij vraagt gewoon waar wij zijn. Assalamu alaikum. Dat wordt doorgestuurd. Ja. Dus hij vraagt gewoon waar we zijn. Misschien is het handig als jij even reageert. Mijn telefoon is daar. Oh, die is daar. Ja. Dan kan je deze telefoon wel gebruiken. Ja, ik kan ook dingen sturen. Ik kan ook die live dingen sturen. Ja, doe maar even. Jordi is telefoonnummer. Oh, trouwens, ik heb geen WhatsApp op die telefoon. Ah. Anders bel hem maar. Messenger? Zijn nummer staat wel in de telefoonlijst. Vraag maar even of hij al van plan is om te vertrekken. Oh, Jordi vraagt aan jou, Shimlali, waarom neem je? Broer, ik heb mijn telefoon in de ding zitten. Bij Shakib. Wacht even, ik stuur zo meteen locatie, bro. Wacht even. Ja, Shimlali stuurt jou zo'n locatie, Jordi, inshallah. Dan weet je waar we zijn. En dan kun je ons komen opzoeken, inshallah. Gewoon een mooie paard daar in de verte. Paard? Oh, daar, ja. Inderdaad, een mooi paard erachter. Volgens mij, broeder, zit hij nou ik denk dat we over... bij een 70-weg volgens mij. Ja, ik denk dat we over een soort snelweg of zo gaan heenlopen nu. Ja, of een lijkt een 70-weg of zo, misschien denk ik, of 80-weg. Kijk, we hebben hier weer een brug dus en ik hoor geluiden van de auto's. Ja, inderdaad, dit is een soort provinciale weg. Oh, dit is wel mooi, maar kijk daarachter, je ziet ook dat hoogteverschil hier, hè? Ja, dat is mooi. Een beetje alsof je in de bergen zit. Ben je wel eens in Luxemburg geweest, Melanie? Ja. Als je naar Luxemburg gaat, heb je op een gegeven moment ook dat er steeds meer... Luxemburg, nee, sorry, nee, Limburg.
Maar je hebt daar op een gegeven moment dat er steeds meer heuvels in het landschap komen. Wacht even, moet even Jordi eventjes... Ik weet het niet. Fietspad. Jordi is van plan om ons op te zoeken, inshallah. Dus onze Simlelli gaat nu de locatie met Jordi delen. Wij kunnen inshallah zo meteen ook een locatieplaatje op Facebook zetten. Dan weten jullie ook een beetje waar we zijn. Ik denk dat ik daar achter bordjes zie met Veenendaal en een streepje er doorheen, of niet? Ja. Mashallah, mashallah. Kijk, we zijn bijna Veenendaal uitgelopen. 500 meter misschien? Ja. De bordjes kunnen we al zien in ieder geval, dat is iets goeds. Alhamdulillah, Shakib, jouw navigatieskills doen het goed tot nu toe. We gaan wel over die bruggen heen, hè, bij die eerste twee rivieren. We gaan even zelf ook, als je pauzeert, dan kunnen we even meekijken. Oh ja, gaan we zo meteen even doen, inshallah. Jordi, weet waar we zijn nu? Oh, banaan is wel goed, hè? Doe mij ook maar eentje. Dan kan jij even filmen, Shakib. Gaan ze nou 10 euro doneren of niet? Ik heb hem als eerste, dan moet je hem pakken. We mogen pas een banaan eten als jullie 10 euro doneren. Laat even weten als jullie 10 euro hebben gedoneerd en inshallah. Waar is de camera? Daar is de camera, hier is de banaan. Even kijken. Toppers, ik rij jullie inshallah op tijd voor Maghrib. Of ik kom, ja precies, hij komt hier naartoe. Alhamdulillah, we gaan dadelijk inshallah een broeder zien die hier ons komt vergezellen met Salat al-Maghrib. Zodat we samen kunnen bidden. Dat is altijd iets moois natuurlijk. Koesteeg. Eigen weg. Ja, dat is een eigen dommel. Kijk maar, daar, ik zie daar een bordje. Ja, ik heb ze ja, hallo Mark. Gezien. Hallo Akbar. Dat is wel een mooie mijlpaal, hè? Toch of niet? Eerste dorpje wat we uitlopen. Ja. Dorpje, dat was toch best wel groot, Veenendaal. Ja. Groter als ik had verwacht eigenlijk. Maar we zijn eigenlijk ook al een tijdje aan het lopen, hè? Wat ik straks zei, dat het tot het einde van het dorp of de stad 4-5 kilometer is. Waarschijnlijk was dan niet met meters berekend, dat was met voet betekend, Amerikaans. Oh, oké. Kan je heel even filmen, Simlelli? Oh. Ik ben wel blij dat we een beetje van die energiebommen hebben meegenomen. Ja, broeder. Alleen helaas, dit ding werkt niet echt mee, hè? Misschien moet je hem daar gewoon eruit halen. Wat is extra koer? Wat zeg je? Mashallah, wat een soldaat. Enorm werk. Merk bij die appels ook altijd dat die mij energie geven, jongen. Banaan. Ja, dat is handig. Dat zijn die natuurlijke dingen. Lomberg. Als ze ons soms wat meer balans heeft gegeven. In plaats van altijd chocola, wat ik altijd doe. Ja, broeder. Mohammed Sassin, hij had ook altijd gezond. Ja, dat komt nog beter inderdaad, ja. Gewoon, en dit soort wandelingen. Dadels. Dit soort wandelingen waren geen uitzondering voor profeet. Nee, broeder. Altijd lopen, jongen. Kan je daar een mooi verhaal over? Nee, helaas niet. Maar ik weet wel dat Mohammed Sassin, toen hij jong was, dat hij zeg maar met zijn oom, dat hij zeg maar op handelsroute ging. Mm-hmm. En toen heeft ook een Joodse rabbijn, of ja, je kan het rabbijn noemen, of een monnik, mm-hmm, die heeft toen Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezien en hij zei van, heeft een beetje onderzocht en hij zei tegen hem, jij bent de profeet, jij bent een nieuwe boodschapper. Dus subhanallah, de Joden van die tijd wisten gewoon dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat hij de nieuwe boodschapper was. Subhanallah. Ja, broeder. Wat zijn de Joden van deze? Bananen, vijgen, granaat, appels en dadels. Sunnafood, Lomberg. Ja. Mensen, we gaan uit Veenendaal, mensen. Ja, die mag je wel even laten zien. Zie je dit? We gaan uit Veenendaal. Laat dit zien, Veenendaal met de streken er doorheen. Allahu Akbar, ik wil takbir horen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Binnen de lijn kom. Lijn. Maar we mogen hier maar 30 km per uur, dus je moet wel een beetje rustig aan doen als je mij hier. Oh, loop ik een beetje snel, broer? Dat is zo'n 30 km maximaal. Ik loop best wel snel, hè? Ik ben blij als wij 5 km per uur halen, denk ik. Het is nu ongeveer 7 uur. We moeten toch nog wel een stukje lopen, hè, voordat wij op de eindbestemming van vandaag zijn. Ja, broer. Wat we hadden maar vandaag even serieus, broer. Even serieus. Laat even die mensen laten kijken wat wij zien. Maar het is wel echt kijk, mooi, mensen. Kijk mensen. Misschien kan je die camera even omdraaien. Lukt dat? Ik heb het gedaan zo. Oh, zo op die manier. Ja, ja. Abdel Wahab zegt... Dit, onze geliefde broeder, dit is wat Aqida lessen met je doen. Je krijgt kracht om het hele land door te reizen. Sky is the limit. MashaAllah. Lambert, je hebt het heel mooi voor, broeder. Heel mooi, allemaal voor de da'wah. Ja. Het allemaal voor de da'wah. Ja, dat zijn inderdaad mooie reacties. En wat ik ook wel leuk vind, is je ziet nu ook weer een aantal namen terug die hier tijdens de Benefiet ook al regelmatig terug zijn. Ja, MashaAllah. Dus dat zijn mensen die ons al langer volgen natuurlijk. Broeder, daar is de zon, zie je hem? Ja. Straks zonsondergang. MashaAllah. Makbaar. De schepping van Allah subhanahu wa ta'ala is echt heel mooi. We zien hier echt dat we ook in een heel mooi groene omgeving zijn. Groene weilanden en zo. Moeten ze van alles in de fik steken daar. Fikje steken. Het lijkt alsof ze aan het barbecue zijn daar. Gewoon duidelijk. Shakib kijkt ook mee. Zijn mee aan het kijken. Ja, maar zo. Shakib niet zo hard fietsen. Oh, subhanallah, die elektrische fietsen hoor je niet, hè? Ja, ik heb zelf ook een elektrische fiets, dat is echt fijn, hoor. Het is gevaarlijk, broeder. Het is wel gevaarlijk, maar als rijder of hoe heet dat, dat je, als je zo'n fiets bestuurt, goed opletten. Dat is vooral belangrijk. En ja, natuurlijk proberen om andere mensen niet te hinderen. Links lopen is beter, broeders, dan zie je de tegemoetkomende verkeer. Oké, laten we dat advies opvolgen. Wie zegt dat? Zuster Abla MKNS. Salam alaikum. We hebben nog meer toeschouwers. Wat moet je zeggen als een hond blaft? Ik heb er eigenlijk. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Echt? Misschien hebben ze de shaitan gezien. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Goeie idee, dat wist ik niet. Ja. Als je zeg maar een ezel hoort. Balken of een hond hoort blaffen, ja. Moet je A'udhu billahi minash shaitan rajim zijn. Oké. Okay. Oh, in de nacht. Oei, oei, oei. Daarom is het goed dat we links lopen. Anders hadden we onder die bus gelegen, denk ik. Ja. Echt serieus, je bent daarachter. Ik zag zo'n mooi uitzicht. Volgens mij is het huis in de fik verloren, of niet? Zo ruikt het wel, ja. Subhanallah. Ja, het ruikt echt naar. Er is sowieso iets aan het branden en ik zie inderdaad dat dak daar, dat ziet er best wel verwoest uit. Spannend. Maar ja, er zitten al houten planken en zo voor de ramen, dus het is niet nu net gaan branden of zo. Je ruikt nog steeds die geur. Je ruikt het wel, maar ik denk dat iemand anders iets anders aan het verbranden is. Dat kan bijna niet anders. Spannend. Ja, die is wel goed afgefikt, ja. Het ruikt hier ook naar. naar Nestel. Er zijn hier genoeg koeien, denk ik. En de geur te ruiken. Oeh, dat is wel echt sterk die geur, vriend. Ik dacht dat we in Brabant veel koeien en boerderijen hadden. Maar ja, dat is ook nodig af en toe, hè, om het land een beetje te bemesten. Even serieus, nee, ik zie echt mooie dingen, man. Ook een beetje daarachter zie ik dat hoogteverschil met die bomen en zo. Je ziet dat toch wel een beetje... Op en neer gevolgd, zeg maar. Beetje naar boven, een beetje naar beneden. Daar komt de auto aan. Ja. Aan de kant? Nu zien we dus dat die auto komt. Ja, maar achter ons zien we niet. Ja, dat hoeft ook niet per se, want wij lopen aan deze kant van de weg. Dus de tegenlekkers komen zo. Echt heel mooi. Hoi. Hallo. Hoi. Goeiedag. Goeiedag. Aardige mensen, Lomberg. Ja, mensen kijken meestal wel even van, wat zijn jullie aan het doen? Maar het is niet van dat ze vreemd reageren. Ze zeggen wel vriendelijk hallo en zo.
Maar tot nu toe gaat het redelijk goed. Ik vraag me alleen af wat een beetje ons tempo is gebleven. Ik weet dat er vandaag 30 kilometer op de planning staat. Het enige wat ik wil afvragen is hoe snel lopen we eigenlijk. Ik weet dat we nu net Veenendaal uit zijn. We zijn onderweg naar Renen op dit moment. Ja. Ik ben ook echt benieuwd, een landwerk. Ja, we hebben natuurlijk een bepaalde planning ook van tevoren gemaakt. En geprobeerd in te schatten hoe laat we klaar zijn vandaag. Het idee is dat we vandaag rond 12 of 1 uur klaar zijn met lopen. Dat betekent dat we de eerste 30 kilometer achter de rug hebben. Morgen gaan we inshallah de laatste 50 kilometer lopen. Inshallah. Dus ik ben vandaag kunnen we denk ik een goede inschatting maken van hoeveel tijd we morgen nodig hebben. Maar op dit moment voelt het voor mij een beetje een soort van achter op schema lopen, dat wel. Abdul Wahab zegt, vergeet broeders, vergeet het laatste uur van Maghrib niet, hè. Het uur dat dua wordt voort. Allahu Akbar, broeder. Okay. Ik kon het niet beter zeggen, broeder. Allahu Akbar. Zoals je ziet, daar is de zon. Doe maar een mooie dua voor ons, inshallah. Doe maar een mooie dua voor ons. Iedereen dua doen voor wat je graag wil. Allah subhanahu wa ta'ala zal het je geven. Vertrouw erin. Of niet, broeder? We hebben ook dingen gezien bij de benefiet dat iedereen uiteindelijk, Allahu Akbar. Als jij jouw intentie zuiver is, zal Allah subhanahu wa ta'ala de moslimen helpen. Inshallah. Is je kip lukt het of niet? Ja, ja. We gaan naar rechts. Oh, oké, we gaan naar rechts. Kijk, hier komen we in een zone waar je weer 60 mag rijden. Oh my god. Dat zijn van die typische wegen voor buiten de bebouwde kom. Hier moet je eigenlijk wel iets beter gaan opletten. Hè? Kijk, 30 km per uur is te overzien, maar 60, je moet je toch wel goed aan de kant even blijven lopen. Zaid zegt, mogen Allah jullie sterk houden. Amin. Dat is denk ik onze broeder die ook zomerschool heeft gevolgd. Allahu Akbar. Goeie broeder, alhamdulillah. Hij komt uit Helmond. Mashallah. Misschien dat mensen die studeren bij islamplanning of die lessen volgen, dat die mensen ook hun ervaringen kunnen delen in de reacties. Zij iets zegt. Mensen, wij komen nu op een 60 weg. Nou beginnen we hem een beetje te knijpen. Nou is die fietsstraat te gas niet meer. Dus nou... ja, auto was te gas hier, maar nu niet meer. Nee. Dus nou moeten we gaan lopen. Je ziet ook inderdaad, wat je net ook al zei, als je intentie zuiver is, zal Allah ons helpen, inshallah. Inshallah. En dat zie je eigenlijk alleen al aan de weersomstandigheden van vandaag. We wachten gewoon even. Laten we achter doorlopen. Bij deze boerderij? Ja, hoe mooi zou het zijn als we voor islamplanning ook een pand hebben wat ook zo groot is als dit, Simlel? Wonderlijk. Gewoon zo'n boerenstal ombouwen tot leslokaal. En chillruimte. Even kijk hier. Abla MKNS zegt: mogen Allah subhanahu wa ta'ala zwaar de gierigheid uit de harten halen en de umma doen laten doneren. Mogen Allah dat jullie kracht doen geven en rijkelijk belonen voor het initiatief. Amin. Allahumma amin. Mensen, doen ook deze livestream delen, hè, beste mensen. We hebben gemerkt uit ervaring dat als je dit soort livestreams deelt, dan krijg je natuurlijk ook de beloning van andere mensen die doneren. Die dus eigenlijk gaan doneren omdat jij sebeb bent geweest. Dus deel deze link ook vooral. Daarmee help je ook Stichting Islamplanning natuurlijk vooruit. Want hoe meer mensen wij kunnen bereiken, hoe meer mensen zullen doneren, inshallah. En hoe sneller wij in staat zullen zijn om een eigen pand te kopen. En wat ik al zei, we zijn al goed op weg. We hebben alhamdulillah de helft van het bedrag ongeveer al ingezameld. We kunnen nu alleen maar vooruit gaan. Dus het mooie is om te weten dat we dat al binnen hebben. Daar hoeven we verder niks meer voor te doen. Op naar de tweede helft. Fase 4 van de inzameling is dus vandaag begonnen. We gaan de vierde 50.000 euro inzamelen, inshallah. Kunnen komen. Maar we hebben ook nog een ander benefiet gepland in november. Dus hopen we het inshallah gewoon af te maken. Zodat we aan het einde van dit jaar gewoon 200.000 euro op onze rekening hebben. Na
daarmee hebben we een volgende belangrijke stap gewoon gezet. En daarmee komen we ook dichterbij, hebben we een betere onderhandelingspositie als wij dus daadwerkelijk een pand tegenkomen waar we dus in geïnteresseerd zijn. Sinelli laat om te gebeuren zo, de mooie prachtige beelden, zonsondergang. Prachtige sfeerbeelden. Kijk die zonsondergang, broer, landbouwing. Ja, echt. Maar de omgeving hier is ook gewoon zo mooi, man. Ja. Echt serieus, man. En ook net bij Renen, waar we net doorheen reden en zo, ja. Het zijn gewoon echt mooie wegen. Ook mais, hè, is ook weer de tijd van het jaar, hè, dat de maisplanten groot zijn, hè. Mm-hmm. Ik heb een keer les gehad van Oestad Hassan. Twarkallah, wat een kennis en skills heeft die man. Mashallah. Mashallah, Barak. Is dat iemand die ook fysiek de les heeft bijgewoond of online? Oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Rijkelijk beloond dat het heeft mede mogelijk gemaakt. Amen. Amen. Daarnaast Safa Salhi. Salam boys. Allahi awun. Barakallah. Mensen, als jullie even melden, als jullie een donatie hebben gedaan, dan kunnen we hier ook een mooie dua voor jullie doen. Jullie hebben net gehoord, de laatste uur van de vrijdag voor zonsondergang. Is een heel mooi moment om dua te doen. Een moment dat de dua verhoord wordt. Dus laat even weten ook, je hoeft niet per se het bedrag te zeggen wat je hebt overgemaakt. Je kan gewoon zeggen, je hoeft niet eens gedoneerd te hebben. We kunnen ook dua voor jou doen als je niet hebt gedoneerd. Broer, ik kan er echt niet mee overweg. Geen probleem. Het ding is helemaal, gaat helemaal. Ik denk dat we dadelijk die stick even wegleggen. Dus mensen, willen jullie dua? Het mooiste zou natuurlijk voor ons zijn als jullie ook gedoneerd hebben. Maar zelfs als jullie niet doneren, kunnen we natuurlijk ook gewoon dua voor jullie doen. Even kijken. Ja, dus dit is inderdaad mensen. Reactie gekregen van iemand die zelf les heeft gevolgd bij Islamplanning. Jullie zien de recensie. Daarnaast Salam Boys, Allah Ikhwan. We zijn nog steeds onderweg van Veenendaal naar Eindhoven. Hoeveel kilometer? Sorry, hoeveel kilometer hebben we gelopen? Ja. Allah. Je kan vertrekpunten, we kunnen Shakib vragen. Dat hij kijkt. Ja, laten we Shakib daar eventjes vragen inderdaad. Dan doen we gewoon onze huidige locatie naar Centrum Rachma Veenendaal en een looproute. Dan zien we vanzelf hoeveel kilometer we al achter de rug hebben. Hoe is het met het zweten, broer? Het zweten valt mee, alhamdulillah. Dat komt ook omdat de temperatuur is gewoon echt aangenaam. Weet je wel, het is niet te warm, niet te koud. Ja, voor mij is het ook niet heel erg, maar ik voel hem wel een beetje. Ja, ik begin nou wel een beetje de benen te voelen, zeg maar, onderbenen. Dat die nou wel actief zijn, zeg maar. Ja. Dat is lekker warm, hè? Ja, dat wel. De benen zijn intussen lekker warm. Ja, die haak. We zijn gewoon begonnen aan het rare dingen aan. Ik ging nog heel veel rare dingen aan, maar we gaan het vanzelf meemaken. Broeder. Onze Shakib. Kan je even kijken vanaf dit vertrek naar de plek waar we toe gaan, hoeveel kilometer hebben we gelopen? Hoeveel is dat? Ja, eigenlijk de route van hier naar de dus Vendelier, Veenendaal. Weet je, dat zou mooi zijn als we echt op een brug komen zometeen. En dat de zon. Ja. We kunnen daar misschien ook even een kleine pauze houden. En we meteen zien hoe het tijd is. Ja. Ja. Kijk, hier moeten we een stuk rechtdoor, denk ik, hè? Kijk. Dit was een 60 weg, hè? Die was echt eng, die. Dit is nou een 60 waar we nou op staan. Dat is een 60 weg. Ja, maar dit is meer een ventweg. Twee inderdaad. Het is lekker breed, dat is wel fijn, hè? Shakib, jij gaat even de afstand opzoeken, inshallah, en dan zien we jou zo meteen weer. Het is nu vooral gewoon een lang stuk rechtdoor lopen. Nou, het valt denk ik ook wel op Shamil dat we dezelfde shirtjes aan hebben. Ja, expres gedaan. Eenheid, mooi zo in de Oemma. Nee. Het is Foodies, de sponsors. Dus check even die pagina Foodies voor je hooggerechten. Ik raad je aan om de kipsaté te pakken. Hongaarse goulash. Heb je ze gemixt? Nee, ik heb ze gegeten. Ik vond zeg maar de kipsaté de beste. Oh, je hebt ze om zijn beurt gegeten, niet tegelijk. Nee, okay. Niet tegelijk. En hoe je het beste kan eten, je kan een beetje rijst bij doen, een beetje kip. Rijst, een beetje friet bij de kip. Ja, dat is wel lekker. Ik vond het wel grappig toen ik bij die
bij die proefgerechten was, zeg maar. Mm-hmm. Waren ook allemaal mensen van, voor een supermarkt waren allemaal mensen van verschillende nationaliteiten, et cetera. Ja. Op een gegeven moment kwam zo'n broeder. Hij zei van, hij zei, weet je hoe die goulash smaakt? Hij zei, ja. Hij zei, maar dat was niet halal. Maar goulash is een Hongaars gerecht. En je weet hoor, en dat is eigenlijk met een andere vleessoort, namelijk ja. De varken. Dus ja, we hebben ons echt ziek gelachen daar. Maar nu, alhamdulillah, is dus een halal. Hallo goulash. Hallo varken. Hallo varken. Ja, je ziet het, als je op een gegeven moment een beetje aan het lopen bent, kun je ook wel zo melig worden. Ja, nee. Maar we hebben nog steeds mooi uitzicht, alhamdulillah. En dit doet me echt wel een beetje als we aan vakantie denken, man. Even serieus, het is gewoon echt een hele mooie omgeving. Ik ben wel blij dat we hier ook gewoon dan een keer lopend komen. Hè? En dat je niet alleen in de auto de standaard wegen ziet die iedereen ziet. Maar je ziet hier nu echt veel meer. En ook andere dingen. 6 kilometer. Allahu Akbar, 6 kilometer zit erop. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de looptempo 6 kilometer per uur. Hè? Want we zitten waarschijnlijk in de auto. Hebben we een uur gelopen? Oké, dus 6 kilometer per uur is een mooi tempo. De eerste kilometers zijn... 6 kilometer is hoog, hè? Ja. Hoog tempo, Lomberg. Ik verwacht wel... Nee, broeder, 6 kilometer per uur is een hoog tempo, hè, Lomberg. Nee, broer. Kijk, Shakim. Het kan lang. Hij is stoer aan doen met zijn fiets daar. Nee, maar inderdaad, 6 kilometer per uur is een mooi tempo. Maar ik denk dat de eerste kilometers wel makkelijker gaan. Ja. Ik denk dat we morgen vooral wat meer last gaan krijgen. Maar we horen net dus inderdaad, de eerste 6 kilometer is erop, beste mensen. Ik heb ook het gevoel dat we bijna Renen gaan binnen. 6 euro is binnen. Ja, 6 euro is al binnen, mensen. Even kijken, wanneer de live hapert, weten we dat jullie goed op weg zijn. Dan zijn we gewoon te snel aan het lopen. Internet kan ons niet meer bijhouden, denk ik. Heb ik je les gehad? Ja, precies, ja. Dus mensen, blijf delen. Ik zie dat het aantal kijkers wel hoger kan. Laten we daar ook voor gaan, inshallah. Hoe meer... dit gedeeld wordt, hoe meer mensen we bereiken, hoe meer mensen zullen doneren voor een pand voor islamplanning, inshallah. Dat is het doel van vandaag. Dat is eigenlijk het doel van de hele sponsorloop. Dat we geld kunnen inzamelen voor Stichting Islamplanning, zodat we een pand kunnen kopen. En in dat pand is iedereen welkom. We gaan daar dawa-activiteiten doen, we gaan lessen geven, lezingen verzorgen. Er wordt gebeden, Koran gelezen. Zorg ervoor dat jij de beloning krijgt voor al die daden die daar verricht worden. Ik wil weten van de mensen, wat missen jullie? Wat missen jullie? Missen jullie hier in Nederland? Voor de oma, wat missen jullie? Laat ons even een beetje conversatie met elkaar hebben. Zodat we ook een beetje met jullie bezig kunnen zijn. Dat we een beetje de pijntjes kunnen vergeten. Ja, ik moet wel zeggen, dat helpt wel. Als je inderdaad een beetje aan het praten bent. Als je een beetje met de mensen interactie hebt. Dan denk je niet zoveel na over het gevoel in je benen en je voeten. Broeder, besef even. Hè. Ik heb letterlijk nu gewoon van mijn huis naar mijn ouders huis gelopen. Ik moet alhamdulillah. Letterlijk gewoon zelf de kilometers. Nou, dit is ook hetzelfde aantal kilometers als mijn woon-werkverkeer. Dus de afstand naar mijn werk is ook 6 kilometer. Ja. En dat is gewoon de afstand die we nu gelopen hebben. Dus het is, we zijn aan de weg. Dat betekent ook dat we eigenlijk nog maar 75 kilometer te gaan hebben, Simlele. Ja. En ik zeg nog maar 75 kilometer, want het helpt wel, vind ik. Als je weet dat je bepaalde kilometers achter de rug hebt. En inderdaad, boven Simlele zien jullie de zonsondergang. Het ziet er wel echt mooi uit. Het enige nadeel is dat we dadelijk iets meer moeite gaan hebben met filmen. Dus misschien is het een mooi moment om even de omgeving aan jullie te laten zien. We hebben echt een heel mooi uitzicht, alhamdulillah. Ook dadelijk na zonsondergang zullen we wel bij jullie blijven. Maar dan is het dus iets lastiger om goed de omgeving te zien. Het is zoals hier in Eindhoven, ik zie het al. Niet veel lampen, dus het wordt denk ik wat donker straks. Ja, nee, maar een mooie omgeving, alhamdulillah. Gelukkig geeft ook de telefoon een beetje licht. Dus op die manier kunnen we ook wel wat licht hebben. Ik zie keeper alweer een stukje verder gefietst. Dat is op zich wel fijn. Want als wij zien dat ze keeper een stukje verder is, betekent dat wij hier alleen maar rechtdoor hoeven te lopen. En op de een of andere manier werkt het toch wel fijn als je zeg maar Shakib daar ziet. En je loopt naar Shakib toe en dan helpt jou een beetje om vooruit te komen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die zonsondergang is wel echt heel mooi, Simlele. Mooi.
Als we de tijd hadden om te kijken, dan hadden we wel gekeken. Het is jammer dat we nou niet die kant op lopen eigenlijk. Ik maar zie de... over het soort gezicht. Ja. De zon gaat natuurlijk onder in het westen en we lopen naar het zuiden. Dat klopt wel. Even kijken. Een paar jaar terug waren de islamitische ondernemingen in EHV op één hand te tellen. Nu, subhanallah, om de twee maanden een nieuwe ondernemer erbij. Dus EHW is er echt op vooruit gekomen. Inderdaad. Alhamdulillah. Allahu barak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Het is inderdaad vooruit. Gaat dit om ondernemingen in het algemeen of ook om islamitische ondernemingen? Ik denk islamitische ondernemingen. Want ik herken het ook wel eigenlijk als je het hebt over gewoon in het algemeen. Turkse Marokkaanse ondernemers of Afghanen of zo, of Syriërs. Je ziet dat er steeds meer plekken bij komen waar islamitische ondernemers dus een plek openen. En ik vind dat zelf ook wel een goed teken, want dat betekent dat je vaak ook bijvoorbeeld in restaurants gebedsruimtes hebt. Dus je kunt voor of na het eten kun je even bidden en zo. Dat is toch wel fijn. Bijvoorbeeld je gaat eventjes winkelen en dan heb je zo'n restaurant of een winkel waar je dan eventjes kan bidden en zo. Dat helpt toch wel om het leven weer een stukje makkelijker te maken. En dat, wonder. Mogen al deze islamitische ondernemers steunen. Amen. En zeker de mensen die natuurlijk ook bezig zijn met het opzetten van echt islamitische organisaties. Om de daar verder te helpen, om kennis te verspreiden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedereen helpen die daar aan bijdraagt. Weet je wat ik mis, broer? Wat? Straatdouwen. Straatdouwen, ja, dat klopt inderdaad. Dat is niet echt veel, zeg maar, hier in Nederland. Er zijn een aantal mensen inderdaad die daar wel mee bezig zijn, met vragen stellen en zo. Mm-hmm. Maar dat gebeurt te weinig inderdaad. Dat zou ik ook wel meer willen zien. Straatdouwen, is belangrijk. Wat nog meer? Misschien dat we daar een eind over kunnen opzetten. Ja, inshallah. Want dat is het mooie van Stichting Islamplanning. Alles kan, alles mag. Zolang binnen de lijnen van. Binnen de lijnen van islam. En de sunnah van. Jama'a. Ja, dat klopt inderdaad. Maar het is wel, er is veel bewegingsvrijheid. Dus als er mensen zijn die nu meekijken en die denken, ik wil ook wel iets doen met Stichting Islamplanning. Ik vind het leuk om filmpjes te maken of bewerken. Of ik kan straat op om daar te geven. Whatever, wat jouw skills ook zijn. Ik weet zeker dat er bij islamplanning een manier is om die skills in te zetten. Zorg ervoor dat je je ook meldt. Je kunt ons via Facebook bereiken, via WhatsApp nummer wat op al onze flyers staat. Er zijn genoeg manieren om in contact te komen, inshallah. Sorry. Ik heb nog iets meer dan 50% batterij. Ik heb net even gekeken. Dus ik heb wel even een powerbank kunnen aansluiten. In Engeland heb je echt veel straatdouwen. Klopt. In Engeland en Londen zijn ze wel sterk. Je hebt daar zelfs een park waar ze douwen doen. Ja, klopt, ja. Maar dat gaat niet altijd goed. Dus, ja, ik heb daar ook wel eens filmpjes van gezien inderdaad. Maar het is wel mooi om te zien hoe actief die mensen daar zijn. Die Engelse broeders en zusters. Die zijn echt flink bezig met aan de weg timmeren. Die laten zichzelf gewoon zien. Zij begrijpen dat je geen enkele reden hebt om je te schamen voor je dien of zo. Dus het is gewoon aan mensen vertellen wat je gelooft, wat je doet. Precies. En je ziet daar ook in Engeland vooral zie je dat heel veel mensen zich ook bekeren. En dat kan niet losgezien worden van die dawa-activiteiten die daar plaatsvinden natuurlijk. Dus alleen maar complimenten voor die broeders en zusters daar. Inderdaad, Abel, ik wilde hem niet noemen. Ik wilde de naam niet noemen, maar je hebt hem ook genoemd. Geen inshallah. Maar wat nog meer, broeder? Wat missen we nog meer? Wat missen wij, Shakib? Over de rivier, wil je Nederrijn? Oh, Nederrijn, oké. Okay. Nog een half uur, dan zijn we bij de eerste rivier, inshallah. Kom even de zon filmen, als je hem lent. De zon? Ja, kijk zo. Nee, niet aan dat is mooi achter. Ja, ik ben zonnetje in huis, hè. Ja, dat is ja, dus nog een half uur tot we bij de eerste rivier komen, bij de Nederrijn. Moeder, mocht ik jouw schoenen... Oh ja, schoenen hebben we niet betaald, hè? Geen sponsoren. Ja, ik wel, hè. We gaan niet de naam noemen, bedoel je? Sorry? We gaan niet de naam noemen. De merkschoenen? De merkschoenen bedoel ik. Oh ja, nee, we gaan geen gratis reclame maken. Nee, je moest ze maar betalen. Ja. Moest ze maar geld geven aan de douwe. Ja, ik heb een ezelsomlelli. Daar kunnen we even die tassen opleggen. Erjoer. Weet je wat dat in het mezicht zeggen? Hoe? Erjoer. Erjoer? Erjoer, ja. Erjoer. Weet je hoe we dat in Turks zeggen? Hoe zeg je Turks? Eshek. Eshek. Dus als iemand Eshek hoort tegen iemand anders, dan is hij niet zo positief. Ik vind het wel fijn dat we over een half uur al bij de eerste rivier zijn. Dat is toch een soort van mijlpaal die we bereiken.
ik ben wel zo, als ik dan op een gegeven moment een paar punten onderweg herken en ik weet dat we die op een gegeven moment gehad hebben, dan helpt dat toch psychologisch om het idee te hebben van ja, het gaat goed, we zijn er bijna inshallah. En dat motiveert ook weer om door te gaan. Hè? Zeker, zeker. We hebben lichtjes, hoor. Ja. Okay. Ja, Shakib heeft ook lichtjes voor ons meegenomen. Hij was vooral van de veiligheid. We hebben zelfs een EHBO-kit meegenomen om alle voorzorgsmaatregelen gewoon goed te nemen. Ik studeer een paar jaar in EHV, maar is geen islamitische studentenvereniging of mis ik iets? Ja, ah, we hebben een islamitische studenten. Die zijn er wel, maar... Salem, die heet Salem. Oké. Okay. We hebben een islamitische studentenvereniging. Ja. Mag ik heel even aan die kant lopen, zo? Ik merk dat die vechten als de schuim heel veel kool op kan vergroeien. Dan heb je een beetje schuim erop. Oh, dit voelt echt meteen anders, jongen. Heb je dat ook? Valt mee. We moeten af en toe even een beetje wisselen, denk ik, van de kant. Oké. Okay. Want dan weg je, weet je, en die loopt altijd een beetje schuim. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wanneer we regen komen, eigenlijk. Die had ik ook al verwacht dat er regen zou zijn. Volgens mij heb ik gewoon regen. Ik krijg ook een berichtje van Adam. Succes jongens, maar via WhatsApp. Moet even via WhatsApp. Ik zal zo even naar de WhatsApp berichten kijken. Ik denk eigenlijk als we pauze nemen even. Ja. We moeten eigenlijk sowieso even een powerbank aansluiten. Want de batterijen, jullie weten ook hoe dat gaat. De batterijen van telefoons zijn niet de beste batterijen. En we hebben van de lui wel wat energie meegenomen om in ieder geval ook onze tocht te kunnen blijven delen met jullie. Zometeen als we weer bij Shakib zijn, kunnen we misschien even de eerste powerbank aansluiten. Mm-hmm. Kijk, dit is ook zo'n picknickplaats hier, hè? Zeg je dat? Ja. Parkeerplek met picknicktafels, prullenbakken. Ja, ik vind het wel leuk, man. Dit is een leuke omgeving. Ik heb echt zo'n vakantiegevoel als ik hier loop. Dat is mooi. Echt, hier op en zo... Ga je geen voet bij als je naar Frankrijk was of in Spanje? Precies. Maar hebben jullie waarschijnlijk... Ja, wij in Duitsland, Oostenrijk, Servië. En dan ga je even wat, even een baguette eten. Ja. Samen met de familie. Ja, dit zijn inderdaad wel die plekken inderdaad die dan in de herinnering komen. Hier deed je dan zo je auto parkeren als je op weg was naar Turkije. Daar ging je dan eten op bij die picknickplekken. En je nadeel hier is dat je de dieren iets te goed ruikt. Vooral de uiterfsel van de dieren. Maar ga je zelf maar. Als we een beetje doorlopen, dan komen we hier vanzelf doorheen. Oh, maar ik hou die wel even vast. Deze wil niet. Misschien kunnen we deze beter even eraf halen. Ik merk dat de technologie niet helemaal meewerkt. Ik kan me herinneren dat jullie vorig jaar offerfeest hebben uitgedeeld aan minderen. Dit jaar ook gedaan, of mocht het door corona niet baten. Ja. Ja, dus inderdaad, vorig jaar hebben we met het offerfeest vlees uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. Alhamdulillah is dat ook gewoon goed gegaan. Maar dit jaar door de corona konden we dat niet doen. We hebben het dit jaar helaas moeten aflasten. We hadden wel plannen om dat weer te gaan doen. Maar dat is dit jaar helaas niet doorgegaan. Inshallah volgend jaar weer. Ik hoop dat corona dan minder is. Maar het is wel goed wat de zuster hier benoemt. We hebben alhamdulillah veel projecten gedaan. En ja, ook met mooi gevolg. Shemlali, heb je een paar voorbeelden van projecten die wij gedaan hebben? Ja, boekenfonds. Boeken gratis uitgedeeld. Denk dan aan Assa met de Koning. Je hebt ook nog de drie fundamenten. Van Sheikh Haitham, die is vertaald door Mustafa Itoucho. Even kijken, we hebben daarnaast, we hebben een jongerenavond gehad. Dus met Abu Aisha en met Ustad Ibrahim. En daarnaast... Inderdaad, die boekenprojecten in Ramadan. Ramadan natuurlijk, de iftar-projecten, ja. Hoe was dit jaar veel Ramadan broeder? Ja, dit jaar was Ramadan wel anders, maar ik heb Ramadan natuurlijk vooral met jou doorgebracht. En vooral in de avonden, toen zijn we bezig geweest met inzamelen voor islamplanning. En we waren in de moskee geen Tarawih gebeden. Dat was natuurlijk jammer,
Maar aan de andere kant, ja, omdat we dus ook met die inzameling bezig waren, was het ook wel weer handig dat je een beetje flexibel bent, zodat je zelf kunt kiezen hoe laat je Tel Aviv bidt. Je bent niet afhankelijk van de tijd van de moskee of zo. Dus dat was op zich wel, ja, voordeel wil ik ook niet zeggen, want het samenbidden van Tel Aviv is toch wel mooier. Ja, voor de rest, je probeert toch gewoon je aanbiddingen te doen. Je probeert serieus met je dien bezig te zijn. En dat is eigenlijk zoals de Ramadan meegemaakt. En jij, Simulelle? Ja, voor mij was het ook de benefiet vooral. En dan allemaal daar ik ook broeders komen. Mensen die, broeders die de eerste keer de Ramadan gingen. Even overleg. Ja. Oh, even overleg, even overleg. Je geeft het aan dat jij de grote weg op moet, maar ik vraag me als daar geen fietspad is, ja, wat gaan we dan doen? Gaan we over het fietspad door? Ja, hij geeft wel aan waar je kan lopen alleen, hè? Ja, dat hoop ik. Want op grote weg mag je ook wel lopen, alleen de vraag is of wij dat gaan doen, hè? Kijk, daar loopt hij wel prima hier. Ja. Zie je dat? Dat is hier rechtdoor, is geen probleem. Hier. Oh daar, ja, ik denk dat we onderdoor gaan. Je hebt veel van dit soort tunneltjes, hè? Maar dan nemen we dan nog steeds, je blijft op grote weg. En dan vraag ik me als of een fietspad daar langs is. Moet wel, moet wel. Moet wel, ben je wel. Ja. Gewoon gaan, broer. Laten we gewoon gaan. Natuurlijk, ja, inshallah, want daar is ook af van aan. Dus maar... ik ga heel even deze hierin doen, Shakib. Ja, want ik merk dat dit... oh ja, daar. Dit is onze stabilisatiestick, maar die werkt niet echt mee, hebben we gemerkt. Ja. Dus we hebben hem eventjes gedumpt hier. Is dit de kop? De kop? Nog niet, nog niet. Oké, we moeten die kant op. Ik wil geen powerbank pakken. Oh ja, powerbank. Ik dacht eraan om even een powerbank aan te sluiten. Even kijken, dit is een powerbank. Pak deze maar. Moeten we daar nog een kaartje voor hebben? Even kijken hoeveel procent hier. Ja, ik heb nu nog precies 50% batterij. Deze powerbank heeft al een kabel. Laat ik deze even pakken, denk ik. Maar nu wacht, ik moet natuurlijk de oplaadkabel van de telefoon naar voren. Hier is het. Pak je deze? Of ik moet die oplaadkabel van de telefoon even. Ja, hier is die. Ja. Welke van de twee wil ik? Nee, deze had ik precies nodig. Dus. Powerbank wel. Doe maar deze eerst dan. Oké. Oplader erin. Kijk, hij gaat opladen. Alhamdulillah. Oké, dan kunnen we weer verder. Ja, Shemlele. Ik heb een breaking gemaakt. 6 km per uur lopen. 6 keer 6 is? 36. Ja. Klopt. Ja, maar vandaag stond er 30 kilometer op de planning, hè, dus... Misschien komen we rond 11 of 12 uur aan, dus. Ja, ik denk dat 11 uur heel optimistisch is. Maar als we gewoon zo'n beetje in dit tempo doorlopen, zou 12 uur misschien wel mogelijk zijn. Als we nog een pauze pakken zo, om even wat te eten of zo, kunnen we misschien 1 uur aankomen. Laten we morgen dan gaan beginnen, want ik heb al mijn slaap nodig. Ja, we gaan sowieso inshallah gewoon ook zorgen dat we onze slaap krijgen. Dat was in eerste instantie ook een zorg. We waren eerst van plan om misschien gewoon helemaal in één keer door te lopen. Maar daarna dachten we dat dat misschien toch niet zo slim was. Dus we hebben de route nu in twee delen opgedeeld. Vandaag lopen we 30 kilometer inshallah. Morgen 50 kilometer inshallah. En het punt waar we gaan stoppen is eigenlijk het punt waar we ook niet verder kunnen lopen. Dat is een plek waar je een pont nodig hebt, zo'n bootje om naar de overkant te komen. Die bootjes die varen sowieso 's nachts niet, dus als we daar aankomen vaart hij ook gewoon niet. Hij gaat morgenochtend om 8 uur weer beginnen. Het idee is ook wel om morgen weer vroeg te beginnen, zodat we ook gewoon inshallah zaterdagavond kunnen aankomen in Eindhoven. Dat betekent dat we nog wel minimaal 24 uur hiermee bezig zijn. Maar het is allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. We doen dit als aanbidding. Dus we hopen ook dat Allah subhanahu wa ta'ala de inspanning zal belonen. Maar vooral ook natuurlijk jullie inspanning, jullie als donateurs. We kunnen natuurlijk ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk donateurs zijn voor een stichting als Islamplanning. Wij zijn gewoon afhankelijk van donateurs.
Wat wij financieel natuurlijk ook iedere. Een groot deel van dat geld gaat nu naar huurkosten. Rechtdoor toch? We gebeuren hier bij de voetpad of niet? Oh, dat is wel een goeie. Dus omdat we nu zoveel geld aan huurkosten uitgeven, kunnen we natuurlijk minder douwactiviteiten doen. Als wij zorgen dat die, dat geld zeg maar, wat wij aan huur uitgeven, als we dat gewoon direct in douwen kunnen investeren, dan werkt dat natuurlijk ook wel heel erg bevorderend. Dan kunnen we bijvoorbeeld iedere maand in plaats van die 900 euro huur die we betalen, kunnen we de boekjes laten drukken en gratis verspreiden. Of we kunnen andere projecten doen, billboards ophangen, posters ophangen met islamitische zaken. We kunnen meer sprekers naar Eindhoven halen, zodat wij gewoon goed onderwijs kunnen krijgen in Eindhoven. Zodat er veel aanbod is van onderwijs. En natuurlijk doen we livestreamen, dus we zijn ook niet alleen voor de mensen in Eindhoven. Wij zijn eigenlijk voor iedereen. En natuurlijk als je live gaat streamen, als je ervoor zorgt dat de lessen voor iedereen beschikbaar zijn, is dat natuurlijk ook een geweldige investering voor jou als donateur om, om bij te dragen aan islamplanning. Even kijken, Simulani, heb je nog een paar voorbeelden van projecten? Want ik weet dat we veel meer projecten gedaan hebben. Ik moet zeggen, ik kan ze ook zelf niet allemaal herinneren. Bijvoorbeeld, ik weet wel dat we nog natuurlijk de gratis Islamitische bibliotheek hebben. Oh ja. Er zijn mensen die boeken hebben gedoneerd. En die staan gewoon bij ons in het pand. Die zijn voor iedereen gewoon gratis te lenen. Dus eigenlijk alles bij islamplanning draait om, om het verspreiden van kennis. Gratis kennis verspreiden. Wij vinden het vooral belangrijk dat mensen die kennis krijgen. En we vinden het niet belangrijk om daar geld aan te verdienen in deze wereld. We hopen op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala in het hiernamaals. Dat is waar wij dit voor doen. Dat is ook waarvoor wij dit weekend ruim 80 kilometer gaan lopen, inshallah. Simlel, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Blijf delen. En, ja, dat is wel echt nodig, mensen. Blijf delen. Reacties. We hebben een beetje interactie nodig, man. Ja, hoe minder interactie, hoe moeilijker het wordt voor ons. Ja. Dus ook voor de mensen thuis, mochten jullie ons willen steunen, dat kan natuurlijk met een financiële bijdrage. Het kan ook door dit bericht te delen met andere mensen. Maar het is ook inderdaad wel belangrijk om die interactie een beetje op gang te helpen. Om ervoor te zorgen dat wij niet te veel hoeven na te denken over gevoel in onze benen en zo. Het begint toch wel een beetje serieuzere vormen aan te nemen. Maar het komt goed, inshallah. Hou ons gewoon op de been, letterlijk en figuurlijk. Zorg ervoor dat jullie reageren. Misschien kunnen jullie mooie ervaringen met islamplanning delen. Wellicht hebben jullie lessen gevolgd. Wellicht hebben jullie deelgenomen aan een van de projecten van islamplanning. Of misschien hebben jullie gewoon het pand van islamplanning een keer bezocht. Misschien hebben jullie dingen in de vorige benefiet gezien tijdens de Ramadan toen we live waren. Deel je leuke ervaringen, deel je minder leuke ervaringen. We zijn ook altijd op zoek naar feedback. Oversteken? Ja, hij zit daar oversteken, maar we kunnen hier oversteken. Oké, okay. Ik hoor net dat we moeten oversteken. Ah, Jordi. Uiteindelijk gaat het altijd lukken, zo. Dus we moeten nu deze weg oversteken. Dit is een weg, het ziet er niet zo veilig uit om hier over te steken, maar goed, alarm. Hierna kunnen we, als we snel zijn, kunnen we hierna. Oké, ik ben de enige die het gehaald heeft. De broeders staan nog aan de overkant. Rennen, jongen, rennen! De broeders zijn een beetje bang om over te steken. Ik zit dadelijk aan die mensen schrikken. Mashallah, mashallah. Dat is goed voor het land. Broeders hebben het gered, alhamdulillah. Ik zie een reactie van Jordi, on my way. Dat betekent, alhamdulillah, dat wij zo meteen gezelschap gaan krijgen. Van onze broeder Jordi. Oh. Hey. Ik dacht, we hebben een fietser, serieus. Hoeveel kilometer? We moeten wel meer dan 20 kilometer vandaag, hè. Zegt hij Jordi, Renen. Jordi, als je kijkt, kom naar Renen, inshallah.
We zijn nu bijna Renen. En mensen, over het Offerfeest project gesproken. Misschien Offerfeest project volgend jaar. Alarlem. Schmidelli, Jordi wil een nieuwe locatie hebben. Ja? Jordi wil een nieuwe locatie hebben. Jordi komt in ieder geval eventjes richting Renen. Dat is waar we dichtstbij zijn op dit moment. En ik denk als jij richting Renen komt, wij zijn waarschijnlijk Renen nog niet eens uit voordat je hier bent. Dus als je in ieder geval nu die kant op rijdt, je gaat zo meteen een nieuwe locatie sturen in Shanda. En dan kunnen we dadelijk wel eens samen Salat al-Maghrib bidden. Dus die nieuwe locatie komt eraan in Shanda. Is jouw telefoon nog bij Shakib? Waarom als hij in een zak zit, dan gaat hij allemaal zijn shirt maken? Ja, precies. We moeten zo min mogelijk ballast hebben, dus slim inderdaad. Kijk, je ziet inmiddels dat de zon eigenlijk bijna niet meer zichtbaar is. Ja. Is toch wel mooi, als je zo buiten de stad bent, dan zie je dat toch beter eigenlijk. Ja. Ja, gewoon in Eindhoven heb je gewoon te veel vervuiling van de lucht en zo. Was het ook in 80 bedoel. Ja. Hoe vervuilend is dit wel niet? Ja, ja. Het ja. Is ja, maar ik bedoel qua licht en zo, hè. Ja, we zijn een lichtstad, hè. Inderdaad. Oké, mensen, we hebben hier een bord waar weginformatie op staat. Ik zie dat we... De dierentuin, Ouwehand. Ouwehand Dierenpark Renen. Renen is natuurlijk ook die kant op. Ook Tiel begint in zicht te komen. Dit is waar we nu zijn. Nou, we zijn al een tijdje Veenendaal uit, dus ik verwacht dat we inshallah zo bij Renen zullen zijn. Maar toch gaat het wel redelijk goed, of niet, Shemelle? Zeker. Alhamdulillah. Geen te klagen, Lombard. Je moet voorstellen dat... Dat Bulgaren dit ook deed, hè? Maar hij ging dan kilometers gaan lopen om een hadith zeg maar te leren. En moet je voorstellen dat hij dan zeg maar bij de overleveraar was, dat de overleveraar niet betrouwbaar was. Hij moest weer terug. Bulgaren was, als ik me niet vergis, hij heeft duizenden kilometers gereisd. Hij heeft duizenden kilometers gereisd, zeg maar, om een overlevering zeg maar, te leren. En op een gegeven moment was hij bij zijn eindbestemming overleveraar, subhanallah, dat hij zeg maar, een melkkorf had. Maar die melkkorf die was leeg. Dus die persoon, hij was zeg maar, die meldier, was zeg maar, een beetje aan het flesje van kokokom om hem zeg maar, aan de keuken vast te zetten. Ja. En toen is hij gewoon weggegaan. Hij zo, als hij al een dier wil misleiden, laat staan mij, met de hadith. Subhanallah. Zo zie je maar mensen. Zichtbaarheid is belangrijk, alhamdulillah. Maar ik denk dat het niks is vergeleken met wat onze Sheikh Bouhadi deed vroeger. Nee, maar de metgezellen onder de berg liepen ook, moet je voorstellen, Toen Mohammed Fawzi ging integreren naar gepakt. Ja, klopt. De moeilijkste route van Allah, Allah onderweg. Het ligt vulkanische steen, subhanallah, door de berg. Boven een berg, door... Ja, subhanallah. Mekka en Medina is sowieso al 500 kilometer of zo. Ja. Laat staan, is ook nog die moeilijke route. Waarom? Dan ben je gewoon honderden kilometers aan het lopen gewoon. Om daar te komen. Huh? Ik hoor je niet, broeder. Mooi park, zegt hij. Mooi park. Ja. Als je daar onderdoor kijkt, inderdaad. Oh, hij is in de buurt al. Jordi is in de buurt. Moet je voorstellen dat de profeet een eentje van Mekka naar Medina heeft gereisd. Subhanallah. Ja, inderdaad. Ja, dat was tijdens de hijra, inderdaad. Ja, klopt. Dus ja, dat zijn afstanden waar wij niet aan gaan tippen. Dat gaat ons niet lukken. Ja, we zijn ook op de slaapplein waar we toen met onderweg gaan met
En toen zagen we ook al die plekken waar de Sahaba liepen, waar Mohammed Sallam liep. Waar de Kaaba heb ik gezien, Allah Barak. Dat zijn mooie dingen, Allah Barak. En dan ga je pas van alles. Dan ga je een beetje al de plekje geven. Ja, precies. Want meestal hebben we een beeld over de islam, maar zodra we weer kennis krijgen, zodra we echt letterlijk het ervaren, zoals in Mekka en Medina, ja, dat is een andere. Dat is een hele andere kijk op onze geloof. Ja, precies. Onze binnenlanden. Dat is wel een mooie omgeving nog steeds. Ja. Mooie heuvels en zo zien we ook. Kijk, broer, dit was helemaal donker. Ja. Dit was allemaal donker, zien we helemaal niks. Ja, meer. Hier zien we niks. Je hebt een paar lantaarnpalen, maar best wel weinig. Eigenlijk het licht van de dingen, van de auto. Ja, precies. Ik denk niet dat het licht hier naartoe komt. Inderdaad, ja. Jordi heeft iets meer behoefte aan een locatie op dit moment. Oké, wacht even. Moet je zo'n piep even roepen? Je kan zo'n keer bellen met deze telefoon. Ik heb hier nog een telefoon. Even kijken. Shakib. Waar is Shakib? Ik ga heel even Shakib bellen, zodat hij even op ons wacht. Dan kunnen wij de locatie delen met Jordi. Ons ook kan vinden, inshallah. Salam alaikum abi. Kan je heel even wachten? We hebben eventjes Shamilai's telefoon nodig om locatie te delen. Oké, tot zo. Dus onze broeder Shakib is meteen weer betrouwbaar aan het wachten natuurlijk. De schaap kijkt wel naar jou, jongens. Mooie schaap. Lange benen. Echt serieus, ik vind de omgeving hier. Jordi! Ah, daar is hij al, daar is hij. Jordi! Jordi heeft ons al gezien, we hoeven geen locatie meer te delen. Mashallah. Zo moeilijk is het dus om ons te vinden. Je kunt ons best wel makkelijk vinden eigenlijk. Ik helemaal. Goed, scooter. Dus voor de mensen die hier in de buurt zijn. Iedereen is natuurlijk welkom om langs te komen. We hebben hem al gezien. Wat? Jordi wilde met ons samen staan van Maghrib bidden. Hier, kan hij hier stoppen denk je? Ja, misschien even kijken wat het doet. Weet je, wij moeten ook zo gaan bidden zo, snap je? Laat hem even hier stoppen, kijken wat kunnen we afspreken. Ja, dan is goed. Hij dat ook. Ja, maar Salat al-Maghrib is nog niet begonnen. Ik denk nog 20 minuten of zo, ja. Of niet? Maar het is goed dat hij vast hier is, dan kan hij misschien een stukje meelopen of zo. Ja, hij is met de auto, hè. Kijk, hier is de zijstraat. Als jij vast even daar naartoe fietst en dan even daar wacht, dan zorgen wij dat Jordi even hier stopt en dan nemen we hem ook mee naar die zijstraat. Ja, ik hoop dat hij daar naar rechts kan en mag dus, ja. Ja, inshallah. Ja, maar het moet goed komen, inshallah. Ja? Zullen wij even hier wachten op Jordi dan? Ja, is goed. Er komen. Er komen sowieso auto's, maar ik kan niet zien welke van Jordi is. Roep maar hij misschien kan stoppen, want hij kan hier stoppen. Ja, laten we dan gewoon de eerste zijstraat doen. Shemilani, kan jij hem even bellen? Oh, oké. Of nu? Alarm. Ja, hij rijdt zachtjes, ja. Hij komt hier naartoe, kijk. Doei. We gaan even geen nummerborden laten zien voor het geval dat de politie meekijkt. Hij rijdt op het fietspad nu. Gelukkig heeft hij zijn lamp aanstaan, dan valt er niet zo op. Leiden. Hij moet hier komen, maar ik ga niet teruglopen. Nee. Als je kip fix wel, laten we even doorlopen, dan kunnen we eventjes hier naartoe. Gewoon even een zijstraat inlopen en dan kunnen we hem even groeten. Dus broeder Shakib is even met Jordi bezig. Ja, het is wel leuk om even bezoek krijgen, toch zo, of niet? Ja, man. Ik vind dat wel leuk. Ja, trouwens, Jordi hoort ons ook gewoon. En volgens mij is Jordi mee aan het kijken.
Dus het is denk ik handig als we even daar een zijstraat ingaan. Dan kunnen we eventjes elkaar groeten, inshallah. En dan gaan we zo ook samen bidden. En dan gaan we waarschijnlijk iets minder mooi uitzicht hebben, maar het ziet er echt mooi uit hier. Echt heel indrukwekkend. Ik merk dat het ook wel prettig is dat we eventjes stil stonden, zeg maar, voor de benen, Shemilani. Heb je dat ook? Nee, ik weet niet. Dat voelt als een soort van bobbel of zo. Oh, oké. Okay. Geen goed teken. Nee, zeker geen goed teken. En jij? Ja, eigenlijk gaat het best goed. Ik merkte net eventjes dat het iets zwaarder werd. Mm-hmm. Maar nu ik weer even stil heb gestaan, gaat het op zich wel weer goed eigenlijk. Alhamdulillah. Ja, we gaan zo met ons Jordi. Ja. Gaan we eventjes chillen. Gaan we even bidden. Misschien heeft hij zelfs wel eten voor ons meegenomen, zo blij. Eten komt nog wel dadelijk, inshallah. Die appel en die banaan die houden mij toch wel overeind, moet ik zeggen. Kijk, de batterij gaat meer vol dan leeg, dus dat is een goed teken. Net toen ik de powerbank aansloot, zaten we op 50%, nu zitten we op 53%. Je hebt toch wel eens van die powerbanks waar je telefoon snel leeg gaat als het die oplaadt. Maar alhamdulillah. Is het bushalte? Oh ja, bushalte. Ja, het zou wel handig zijn als Joran die deze kant op komt, dan kunnen we bij deze bushalte afspreken. Of Jordi, als je meekijkt, misschien kun je in de eerstvolgende zijstraat gaan staan. Wordt dat geblokkeerd hier? Je wordt geblokkeerd? Nou, Sakip en Jordi komen er wel uit en ze kunnen dus ook hier meekijken naar deze livestream. Wij zijn nu een stukje verder. Ja, daar komen jullie zo meteen wel tegen, broeders, inshallah. Adriaan van der Brand, welke veerboot plannen jullie te nemen? Nee, we hebben inderdaad niet die van Druten naar Dodewaard. Wij hebben een andere veerboot in de planning, dat is van Alphen naar Ooyen. Van Alphen naar Ooyen, dat is de veerboot die we inshallah morgenochtend zullen nemen. En het originele plan is om de veerboot van 8 uur te nemen. Dus morgenochtend om 8 uur meteen de eerste veerboot. Alleen we moeten natuurlijk wel eventjes kijken hoe laat we dadelijk aankomen. Hoe we dat met slaap gaan doen. We willen natuurlijk wel zorgen dat we een beetje slaap achter de rug hebben. Voordat we weer aan de slag gaan. Maar aan de andere kant willen we het ook morgen natuurlijk niet te laat maken. Dus we moeten even kijken hoe we het precies gaan plannen. Maar waarschijnlijk wordt het ergens tussen 8 en 9 uur of zo. Veerboot van Alphen naar Ooyen. En het mooie is, als we dus de Maas over zijn gestoken, dat is eigenlijk het eerste wat we morgenochtend gaan doen, dan zijn we ook meteen in Brabant. Dus morgen gaan we eigenlijk alleen maar in Brabant lopen. Ik verwacht dat we inmiddels wel de provincie Utrecht uit zijn, toch of niet? Ligt Renen nog in de provincie Utrecht of Gelderland? Gelderland? Ja, dan verwacht je dat we nu in Gelderland eigenlijk wel zijn. Ik heb eigenlijk geen bordje gezien waarop staat dat we Utrecht uit zijn. Maar toen ik naar Google Maps keek, leek het wel alsof we heel snel Utrecht zouden verlaten. Dus ik verwacht dat we nu in de provincie Gelderland zijn. Oh nee, er staat letterlijk provincie Utrecht, op die bordjes. Ja. Provincie Utrecht. We zijn nog in de provincie Utrecht. Maar dat kan nooit lang meer duren. Ik zie dat daar een auto stopt, is dat Jordi? Ja, hij heeft een... Echt een Volkswagen. Marcel, we nog een bezoeker. Ik ben benieuwd wie dit is eigenlijk. Kijk, we krijgen weer onverwacht bezoek. Altijd gezellig. Zo te zien, iemand met een baard. Zowat. Assalamu alaikum. Oh, Jan niet zo. We hebben een hele stuk achter. Alles goed, jongen. Een hele stuk. Hij is gek, hoor. Zullen die wel daar, mashallah.
Goed om jullie te zien, man. Goed om van. Maar zal dan nog meer broeders zien. Ik heb een foto van jou. Die is een Maar zal dan, hoe is het met jullie broeders? We zijn hier pas. We zijn nu pas hier, man. Nee, de Google Maps schiet dit aan, man. Mashallah, mooi om te zien, man. Doe maar even je duimpje omhoog. Mashallah. Duimpje omhoog, Shemlali, kom. Mashallah, mooi aandenken. Mashallah. Mooi geloof ik, man. Ja, ik kan jullie geen lift aanbieden. Nee. Ja, dat mag niet, hè. Lift aanbieden is vals spelen. Ik ben ook support, waar ik geloof. Mashallah, leuk om leuk om te zien. Mensen zoeken ons op. Hij speelt nog wat. Ik loop achter, zijn ze sneller dan mij, hè? Ja, we mogen hem in jullie actie zegenen. Barakallah. Amin, amin. Wallah, barakallah, ik zie je elkaar, inshallah. Snel, hè? Barakallah, Fik. Assalamu alaikum. Hij. Is Jordi ook al voorbij gereden? Ja. Oké, okay. Daar is gewoon. Okay. Ja, hij is nog wel. Maar ja, nu zijn we al voorbij, dus hij is verder gaan zijn. Ja, goed hoor. Maar geen probleem, dus hij staat daar aan de zijstraat waarschijnlijk, hè? Bij stoplicht, oké, is goed. Geen probleem, we gaan Jordi opzoeken, inshallah. Ja, mooi om te zien, man. Broeder heeft ons opgezocht, alhamdulillah. Hij komt ons hier gewoon... Veenendaal, hè? Ja, ja, ja. De broer komt uit Veenendaal. Hij komt uit Veenendaal. Ik heb hem wel eens gezien bij Abu Aisha. Hij is de makelaar, wat het zat op het hadden. We waren net nog over hem aan het praten, mashallah. Alleen maar goede dingen natuurlijk, hè. Ja, dit is wel leuk, man. Kijk, mensen komen ons gewoon fysiek steunen. Hier op Facebook. Ik zie onze broeder Adriaan natuurlijk reageren. Galit is aan het reageren. Gewoon extra energie landen. Ja, ja, tuurlijk. Dit geeft natuurlijk energie. Kijk, je kan ook een beetje negatief zijn. En je kan doen alsof we dit nooit gaan halen en zo natuurlijk. Maar ik vind het alleen maar mooi als mensen gewoon langskomen. Of gewoon via Facebook ons proberen te motiveren. Zodat we inshallah ook die extra motivatie krijgen. Natuurlijk doen we dit allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat geeft natuurlijk ook al veel kracht. Dat zorgt ervoor dat wij überhaupt al eigenlijk hieraan begonnen zijn. Maar als je die broeders hier ziet. Zeker broeders die hier in de omgeving wonen. Die je natuurlijk verder eigenlijk niet zo vaak ziet. Dat geeft wel extra kracht, moet ik zeggen. Ja. Shaki probeert de camera te ontwijken, maar dat gaat mooi niet lukken. Nou, Shakib gaat vast onderweg naar Jordi. Wij gaan ook onderweg naar Jordi. Daar zullen we inshallah salat al-Maghrib gaan bidden. Waar in Eindhoven komen jullie aan morgen? We gaan inshallah naar het pand van Islamplanning lopen. Dat is in de Jan Toropstraat in Tongeren. Wij verwachten dat we daar vrij laat pas aankomen in de avond. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoeveel pauze we nemen morgen. Hoe snel we doorlopen. Hoeveel pijntjes we onderweg krijgen, dat is ook nog natuurlijk niet zo goed te voorspellen nu. Even kijken, ik verwacht dat wij nu... we hebben sowieso nog ruim 70 kilometer te gaan. Dus het is nu nog niet zo heel goed in te schatten, maar de plek waar we naartoe gaan lopen is Jan Toropstraat in Eindhoven, bij het pand van de Islamplanning. Wel fijn ook, ja. Ik weet eigenlijk nog niet precies waar we Eindhoven binnen gaan. Weet jij dat, Simlali? Ik verwacht in de buurt van de Kennedylaan, want wij gaan ook via Oost en Veghel lopen morgen, inshallah. Via Kennedylaan. Dus waarschijnlijk, ja. Of via Lune dan. Ik denk dat we daar bij Ikea, zeg maar, onder dat fietsbrugje doorgaan en daar Eindhoven binnenkomen, denk ik. Maar dan moeten we dus nog best wel een stukje lopen, want Eindhoven is best een grote stad. Ik denk dat gewoon nog een uur lopen is vanaf daar naar Islamplanning. Nog een fietsen. Ik had verwacht dat we nou wel in Renen zouden zijn, maar Renen en Veenendaal ligt toch nog best wel uit elkaar. Mm-hmm. Van Veenendaal naar Renen lopen is al best een uitdaging. Ja, Shakib zei net wel een tijdje geleden al dat we over een half uur over de eerste rivier zouden lopen. Dat is een Neder-Rijn. Maar zo, veel kijkers in Instagram, 21 kijkers. Wonderlijk. Mensen blijven ook doneren, hè. Ik ben wel de hele tijd aan het praten over waar we zijn en zo, dat is ook leuk. Maar we zijn aan het inzamelen voor een pand van de Islamplanning. We gaan een pand kopen, inshallah. Dus zorg ervoor dat je daar ook je steentje aan bijdraagt. Het wordt een pand, echt een dawa-centrum.
waar we dus dawa-activiteiten gaan doen. Islam Planning is een organisatie die gratis islamitische en Arabische lessen geeft. En ja, daarnaast hebben we ook nog allerlei andere mooie projecten die wij doen. We hebben er net al een aantal opgenoemd. Ik zie dat er ook weer een heel mooi project nu aankomt, Shimlali. Oh. Ik zie Khalid zegt 10 push-ups, Shimlali. Ja, 10 push-ups, Shimlali. Maar als er een mooie donatie tegenover staat wel, toch? Of niet? Broeder, laten we eerst even dit gaan lopen. bij welke donatie ga je push-ups doen? Khalid zegt dat je push-ups moet doen. Broeder, even eerlijk. Laten we eerst even dit gaan lopen. Ik heb geen challenge onderweg, want dadelijk kunnen we niet dit gaan lopen. Dat is een probleem. Ja, maar mag nog steeds wel doneren, geen probleem. Even kijken, volgens mij is Jordi hier. Ik zou ergens bij stoplichten zijn. Ik zie hier stoplichten. Maar ik zie geen Jordi. Allahu alam. Af Spitspan. Ik zie daar, daar zijn ze volgens mij. Zie je dat daar? Ja, daar staat Kip ook. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus mensen, blijf doneren voor een pand van Islamplanning. We gaan zo meteen ook bij de Nederrijn komen, inshallah. Dat is de eerste rivier die we vandaag gaan oversteken. We gaan eerst even naar broeder Jordi toe. Die is helemaal uit Eindhoven gekomen om ons op te zoeken hier. Die wil ons ook graag steunen. En we gaan met hem samen Salat al Maghrib bidden, inshallah. Even kijken, het is 20:03. Weet je hoe laat Maghrib hier is? Ah, dat zal Jordi wel weten. Ja, we moeten hier dus... Ah, kijk, Renen. We zijn in Renen. Yes. Eindelijk. Kijk, hier loop je weer Renen uit. We zijn in Renen, alhamdulillah. Dus dit is weer zo'n volgende checkpoint, hè. Renen hebben we bereikt, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoe is het? Mashallah, weer broeders die ons komen opzoeken. Wat heb je gedaan? Suiker. Suiker? Ah, suiker is altijd goed. Goed geloof. Oh, kijk, goede suiker. Dat is goeie. Kijk, wat is dit? Ik weet niet welke je met komt proeven. Oh, bismillah. Het staat niet op welke smaak. Oh ja, wel hier. Karamel zeezout, mashallah. Het is te pas voor het drinken, maar ik heb blind. Nee, geen lang tijd niet. Om hier iets te halen of zo. Nee, nee, geen probleem, jongen. Ik ben al lang blij dat je überhaupt gekomen bent. Nee, nee, dankjewel. Nee, maar goed, doet hij wat mee? Ik heb hier een goed flesje water uit. We hebben fles water. Ja, oh, okay, dan kan je wel doen. Moet er vol doen, man. Ik dacht, als kunnen hier eigenlijk wel bidden. Dat is wel een goeie, man. Ik heb hier goed de rode kleed, dus ik kon niet nog allemaal bidden. Maar deze woord toch aan. Ik heb niet opgepakt worden. Ja, we gaan niet hier op de oprit bidden, maar misschien daar ergens. Ja, daar of misschien daar ergens, gewoon langs de weg. Ik weet niet. Ik moet alles even herkennen of zo. Dus maar dan villa weg of zo. Weet je waar Merian van Dorpstraat is? Overal, man. Oh, Kesteren. Nou, laten we daar naartoe lopen. Dat is het volgende dorp, hè? Ja, dan zeg je wat ze nou bij de eind doen. Ja, ik moet wel zeggen, ik had verwacht dat Renen en Veenendaal wat dichter bij elkaar was, eigenlijk. Ja, toen jullie zeiden, die locatie, ik zag nog steeds Veenendaal. Ik denk, hè? Het is in Veenendaal? Maar het heeft best wel een tijdje geduurd voordat we Veenendaal uit waren. Dat is groot, hè? Ja, ja, het is gewoon boerendorp of zo. Renen is kleiner, hoop ik, toch? Of niet? We zijn nu in Renen. Ik heb het net gezien daar, bochtjes met Renen. Oh, anders ook naar Diertuin. Ja, ja, precies. Overnachten. We gaan eerst even wat eten. We kunnen ook offline gaan even. Nou, zullen we dat zo even offline gaan, dat we dadelijk weer online terugkomen? Want we hebben nu wel best veel kijkers. Misschien is, wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja, na Maghrib kan je even intunen. Na Maghrib kun je intunen. Ondertussen, oh wacht, wat bestaan er lieve mensen op deze wereld, mashallah. Kijk, ik denk dat ze het over jou hebben, Shimlali. Nee, nee, nee. Shimlali is de liefste. Jordi, Jordi. Nee, nee, nee. Over Jordi. Jordi moet je niet op beeld brengen. Jordi is een beetje, weet toch? Hij is onze joker. Jordi heeft wat een beetje de meeste mensen van Islamplanning hebben. Iedereen heeft cameraschuwheid een beetje. Maar op sommige momenten moet je toch wel eventjes aan de slag als je wat wilt bereiken. Mooi, we gaan op bidden, inshallah. Assalamu alaikum. Dit geeft jullie natuurlijk ook wel de gelegenheid om eventjes op die links te drukken die hier beneden staan. Er is een donatielink natuurlijk waar je kunt doneren voor de sponsorloop. En dat geld wordt 100% gebruikt voor de aankoop van een pand voor Stichting Islamplanning. Dus inshallah, als jullie die link gaan gebruiken,
gaan wij hier zo meteen even staan te magere bidden. Dan gaan we even een pauze inlassen. En we zijn zo weer bij jullie terug. Ik denk niet dat we heel lang hier blijven. Tot zo inshallah. Maak gebruik van die donatielink. Maak ook gebruik van dit moment om deze video te delen. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen weten wat er gebeurt. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen gaan doneren. Zorg ervoor dat jij ook beloond wordt voor donaties die andere mensen doen. Maar ook natuurlijk de donaties die jij zelf doet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We zijn zo weer bij jullie terug.